Dames en heren, welkom allemaal in een hele nieuwe setting. De vertrouwde setting misschien wel van onze raadszaal, maar die nu echt met het volledige vloeroppervlak wordt benut om ons de kans te geven om ons aan de richtlijnen van de coronamaatregelen te houden. Zelfs ruim, 1,5 meter is mijn indruk. Dus een andere opstelling dan we met elkaar gewend zijn, maar wel goed om elkaar weer hier in de lijve te ontmoeten. Welkom dus bij deze gemeenteraadsvergadering van 23 januari. We vergaderen openbaar, ondanks het feit dat de publieke tribune natuurlijk leeg is. Dat had er echt niet meer bij gekund. Maar we streamen, zoals gebruikelijk, alles live over de hele wereld. Dus aan het vereisten van de openbaarheid wordt ruimschoots voldaan. Maar het is goed om dat nog wel even te melden. Dan is er nog wel een aanpassing aan de gebruikelijke afspraken nodig. Namelijk de afspraak dat als u wenst te interrumperen, dat u dan naar het spreekgestoelte loopt. Dan zie ik u zoekend rondkijken. Er zijn twee spreekgestoelten, maar die zijn bedoeld voor de collegeleden die daar op ruime afstand van elkaar zitten en de beschikking hebben over een microfoon om natuurlijk u ook te bedienen in uw vragen en opmerkingen. Maar spreekgestoelte voor de zaal is er niet. Dat is dus uw eigen microfoon. Dat betekent wel dat we enige orde moeten aanhouden als het gaat om zomaar interrumperen door de microfoon in te drukken. Dat levert wellicht een chaos op. Dan heb ik hier dat beroemde knopje waarmee ik alles dan moet uit gaan zetten en zo. Dat wil ik het liefst natuurlijk nooit gebruiken. Maar ik zal natuurlijk niet aarzelen om dat wel te doen. Het liefste heb ik dat u toch even, zoals ouderwets, in de schoolbanken even uw vinger opsteekt. Want zelfs met een grote afstand, in Nijboring, daar helemaal in de hoek, ja, en anderen, heel ver weg. Maar een opgestoken vinger moet zelfs ik op die afstand nog kunnen zien, denk ik. En mevrouw Siebe, die hier een beetje in de... Die redt dat ook nog wel. Nee, er staat geen katheder tussen. Nee, dat scheelt. Dus als we die afspraak kunnen maken, dan lijkt het me dat we ook in deze nieuwe orde, deze nieuwe opstelling, toch op een beetje goede manier de agenda kunnen behandelen. Als een opmaat naar nog een andere belangrijke vergadering voordat het zomerreces daadwerkelijk kan aanbreken. Dat over het zomerreces brengt mij op de afmeldingen. Een van uw collega's heeft al vakantie, dus die kon het zomerreces niet vroeg genoeg beginnen. Dus die rekent een beetje op u allen om toch de noodzakelijke en gewenste besluitvorming te voltrekken. Dat is mevrouw Driehuis, mevrouw Streur en mevrouw Jaspersen hebben laten weten dat ze hier vanavond niet bij kunnen zijn om andere redenen. Dat zijn de afmeldingen van vanavond. Voor het overige zijn we compleet. Goed, dat is wat mij betreft denk ik de mededelingen. Misschien nog wel eventjes is het goed om erop te wijzen dat naast mij, zoals u heeft gezien en ook al wist, de plaatsvervangend griffier heeft plaatsgenomen. De heer Kok, vanwege de afwezigheid van onze reguliere griffier, mevrouw Kuipers. Die het naar omstandigheden redelijk goed gaat. Nadere mededelingen komen, verwachten we daar binnenkort over te kunnen doen in de richting van de raadsleden. En er is natuurlijk namens u gezorgd voor een attentie en de beste beterschapswensen. Dat ook maar even voor de vastlegging dat we hier nu vanavond een andere griffier aan onze zijde hebben als uw adviseur. Goed, daarmee beëindigen we denk ik de mededelingen. Dan kom ik bij het punt vaststelling van de agenda. Is er onder u iemand die... Ja, de heer Boy, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of het nodig is, maar beter te veel dan helemaal niet. In de vorige raadsvergadering zouden wij een motie behandeld krijgen. Die is uitgesteld naar vandaag. Maar ik wil toch even officieel aankondigen dat wij een motie in willen dienen, vreemd aan de orde van de dag, betreffende wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Hij staat overigens wel onderaan de agenda, zag ik. Precies. Maar goed, het is denk ik wat u zegt. Beter een keer te veel misschien in de herinnering geroepen dan te kort of te weinig.
Het is denk ik een algemeen bekend voorstel. Dus wat mij betreft kan het aan het einde van de bespreekpunten worden toegevoegd, zoals de conceptagenda ook al vermeldde. De heer Slomp. Ja, dank u wel. Mijn fractie wil graag een motie vriend aan de orde van de dag inbrengen op het onderwerp verstrekking milieupas bij permanente bewoning van een recreatiewoning. De motie staat op IBABS. Dat betekent voor de niet ingewijden dat het voor de raadsleden wel een bekende tekst is. Maar dan zal ik u straks wel vragen om de tekst natuurlijk wel voor te dragen voor de vastlegging en de registratie. Met En dan stel ik u als raad voor om volgend op de behandeling van motie 8-4, de motie over de rekenkamer, zojuist gememoreerd, dat dan deze motie kan worden besproken. Akkoord? Geen opmerkingen? Dan doen we dat zo. Is de agenda met dat punt aangevuld? Zijn er andere opmerkingen over de vaststelling van de agenda? Is dat niet het geval, dan is die conform deze aanvulling met één motie naast de motie die al was toegevoegd. Vastgesteld. Zo gaan we het vanavond doen. Dan zijn we bij een wat bijzonder agendapunt. En dat hangt samen met het rapport wat u heeft gezien over wat er nodig is om onze informatiebeveiliging op peil te houden. En iedereen snapt dat dat soort rapporten dan ook vraagt dat je daar wel met de nodige omzichtigheid mee omgaat. Want mensen met snode plannen moeten we dan ook niet wijzer willen maken dan ze al zijn. En dat is al vaak al heel wijs. Dus hier wordt gevraagd u die geheimhouding die door het college daarover is opgelegd om die te bekrachtigen. Maar natuurlijk is het wel een raadsvoorstel. Dus u mag daarover het woord voeren indien u dat wenst. Dat is niet het geval. Mag ik dan vaststellen dat u kunt instemmen met het gevraagde voorstel. Aldus bekrachtigd. Dan zijn we daarmee bij agenda punt 5, dames en heren. Het raadsvoorstel omtrent de afdoening van allerlei ingekomen stukken. Een 19-tal wordt voorgesteld ter kennisneming. En een 5-tal wordt voorgesteld dat u dat ter afdoening in handen van het college stelt. En daar kunt u natuurlijk altijd nog vragen over stellen, hoe dat gebeurd is. Maar dat is wel de voorgestelde volgorde van afdoening. Heeft iemand daarover het woord te voeren? Nee, in ieder geval. Dan stemmen we in met deze voorgestelde afdoening. Dan zijn we daarmee bij agendapunt 6. Het begin gaat altijd snel, maar dat weet u als raadsleden. Het is meer een waarschuwing richting de luisteraars. Dat ze niet moeten denken van, nou is het snel klaar. Er is dan aan de orde de hamerstukken. En dat zijn er een aantal. Dat is, moet ik even het overzicht erbij pakken weer. Excuses, staat ook het meest handige samengevat op de agenda. Het voorstel in zaken de zelftoetsing archiefbeheer. Het voorstel in zaken de jaarstukken van de veiligheidsregio Drenthe. Het voorstel in zaken de verordening jeugdhulp in deze gemeente. Het voorstel in zaken de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting over 2021 van het recreatieschap. En het voorstel in zaken de vaststelling van de jaarrekening. Daarover is na commissiebehandeling vastgesteld dat dat met een hamerstuk zou kunnen worden besloten. U heeft daar geen wijzigingen op aangebracht tijdens de vaststelling van de agenda. Dus bij deze hamerslag is conform de vastgestelde voorstellen besloten. Agenda punt 7 behelst de stukken met een korte stemverklaring. Die zijn er niet. We hebben alleen nog maar bespreekpunten over. Dat is agenda punt 8. Dus we beginnen met agenda punt 8.1. Conform verzoek uit de commissievergadering het voorstel om de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van de EMCO-groep toch nog even hier ter bespreking te kunnen agenderen. En ik meen dat het de BBC was die dat verzocht en de heer Hoge steekt zijn vinger op. Hij heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Als we de financiële cijfers binnen de werkvelden van het sociaal domein beoordelen en interpreteren, dan is het altijd goed om die cijferreeks ook te vertalen naar menselijke verhalen. En dat geldt uiteraard ook voor de cijfers van de EMCO-groep die vanavond voor ons liggen. Waardering voor al die hardwerkende medewerkers binnen de EMCO. Maar ook en vooral hebben we aandacht voor inwoners uit onze gemeente die sinds de invoering van de participatiewet en de afschaffing van de sociale werkvoorziening de kans op hun werk hebben zien slinken en niet in aanmerking komen voor een indicatie beschut werk.
En ondanks alle goede intenties om deze mensen, veelal met een arbeidsbeperking, een positie in onze maatschappij te geven, is er ook in onze gemeente te beperkt zicht hoe het deze kwetsbare groep vergaat. Een groep die ook niet zo snel aan de bel trekt bij problemen. En al helemaal niet gezien de wirwar aan regelgeving. Vaak ook heel erg digitaal nog gericht. We kennen dus niet de aantallen mensen en we kennen ook niet de achterliggende verhalen, tenminste onvoldoende. Voorzitter, juist voor deze kwetsbare groep vragen wij daarom nadrukkelijk aandacht. Vorige week kwam het al in de commissievergadering tot uiting. Het is best zorgelijk dat we deze groep kennelijk onvoldoende in beeld hebben. Een constatering die wat onze fractie van BBC 2014 betreft met elkaar niet op zijn beloop kunnen laten. En onze fractie pleit er dan ook voor om deze groep, waar dat mogelijk is, liefst op zo kort mogelijke termijn, een gezicht te geven. Hoeveel mensen betreft het? Wat is hun huidige status? En wat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Hoe maken we inzichtelijk hoeveel mensen, inwoners uit de gemeente Coevorden, de afgelopen 5 jaar het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening hebben verloren? Voorzitter, dat was het eerste termijn. We zijn heel benieuwd of de portefeuillehouder, die zeer betrokken is bij het vraagstuk, vanuit zijn ervaring kansen ziet om de groep samen te brengen en met perspectief te geven. Maar ook hoe andere fracties tegen dit sociale vraagstuk aankijken. Dat was het in eerste termijn. Dank u. Dank u wel. En de heer Blanke zag al aanleiding om u eventjes te willen bevragen. Gaat u gang. Nou, dank u wel, voorzitter. Nou goed, wij zien dit probleem ook. Daarom heb ik eigenlijk wel een voorstel voor u. Wij zien wel voor ons dat we samen wel eens kunnen afspreken dat we er wel 60.000 euro bij kunnen leggen en dan drie mensen aan het werk zouden kunnen krijgen. Nou goed, daar zouden wij ook wel bereid toe zijn om een motie daarvan van te maken. Dus. Hier wordt er meteen een voorstel tot zaken doen gedaan. Ik stel wel voor dat we, u heeft bijvoorbeeld al een eerste reactie, het is niet zozeer een reactie op uw betoog, maar een gevalletje uitlokking zou ik bijna zeggen. Dat mag natuurlijk ook, hè? Dus dat maakt het debat alleen maar interessanter. Maar het lijkt me goed dat we het gewoon inderdaad in zijn volledigheid in bespreking voorleggen. De heer Hoog heeft de aftrap gegeven voor de eerste termijn van de zijde van de raad. Ik zie de heer Bouwers zijn vinger opsteken. Ga je. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben een beetje verbaasd van de opmerking van de Partij van de Arbeid in deze. Om daar drie mensen uit te halen, uit een groep, die allemaal waarschijnlijk wel graag het werk willen. Nou, ik denk daar moet ik direct op reageren, want dat stuit mij tegen de borst. Als je wat wil, dan moet je dat breder trekken en niet op deze manier. De heer Blanke. Nou goed, als u zegt van wij willen er wat meer en daar is geld voor, dan wil ik ook best met u eens kijken wat er mogelijk is. Ja, dit was... Nou goed, laten we zeggen dat dit een eerste opstap is. Voor mij roept u op tot iets wat zich vooral even buiten de orde van dit agendapunt moet afspelen. Dat is u natuurlijk ook gegund. Maar ik zou toch willen voorstellen om even te kijken of we inderdaad in de behandeling van het voorstel zoals dat voor ligt kunnen blijven bij datgene wat wordt gevraagd. En natuurlijk heeft de heer Hoge daar een accent bij geplaatst zoals hij dat gedaan heeft. Anderen voor een eerste termijn. Ja. Ik kan het slecht zien, maar ga je gang. Ja, de heer Hoedemaker. Maar ik kijk tegen het licht in. Oké, voorzitter. Voorzitter, meneer Hoge zei het al. De doelgroep Nieuw Beschut Werk is een andere dan de mensen die tot nu toe werken in de WSW. Mensen die voorheen een WSW-baan hadden, hadden over het algemeen een licht verstandelijke handicap. Daardoor konden ze minder snel werken of hadden ze meer bevestiging nodig. Die mensen zijn vaak prima op hun plek aan de lopende band op de impactafdeling van de MCO, waar ze in grote groepen routinematig werk doen. Mensen zijn tegenwoordig gemiddeld hoger opgeleid. Niemand wordt meer ontslagen als gevolg van mechanisatie in de landbouw. En de oude MCO-medewerker gaat met pensioen. En voor reguliere bedrijven als Jumbo, Treant, Hutte, Heugde, Albron en Wildlands zijn er tal van subsidies, voorzieningen en regelingen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en aan het werk te houden. Mensen die nu in aanmerking komen voor nieuw beschut werk hebben over het algemeen andere problematiek. Dan moet je denken aan aandoeningen als een antisociale persoonlijkheidsstoornis of jeugdreuma.
Dergelijke mensen kunnen niet in grote groepen werken of repeterende bewegingen uitvoeren aan een lopende band of op een impactafdeling. Als je ze daar laat werken, zullen ze nauwelijks productie leveren. Maar op een ICT-helpdesk of als telefonist zijn ze wel op hun plek. Emco is geen productiebedrijf, maar een werkvoorziening. De opdracht van Emco is in werk te voorzien voor mensen met een beperking. Emco moet dus passend werk vinden bij mensen. Dat is iets anders dan een productiebedrijf, want dat zoekt passende mensen bij werk. En als er geen mensen zijn die bij het werk passen, dan moet Emco dus werk afstoten. Ik wil de wethouder oproepen Emco uit te dagen die speciale omgeving te blijven verzorgen. D66 zou graag zien wat de Emco doet om daadwerkelijk passende werkplekken te creëren. Ook voor de nieuwe doelgroep die nieuwe eisen stelt aan werk. Om dezelfde reden, Emco is een werkvoorziening en geen productiebedrijf, baart de post interne inhuur ons dus zorgen. Op dit moment gaat het om een overzichtelijk bedrag. Overigens bijna nog steeds het dubbele van de totale bijdrage aan de Emco van de gemeente Coevorden. Dat wordt uitgegeven aan uitzendkrachten om seizoenspieken in de groenvoorziening op te vangen. Maar in de commissievergadering gaf de wethouder aan dat hij ook het productiewerk wil behouden voor de Emco, omdat dat bedrijven, de klanten van Emco, op die manier vorm kunnen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Voorzitter, dat wil er bij ons niet in. Het moet niet zo zijn dat de gemeente Coevorden structureel geld bij gaat leggen om uitzendkrachten in te huren voor het inpakken van hondenbrokjes, verzorgingsproducten of de productie van draadbomen voor gasketels. Ik hoor graag wat andere partijen hiervan vinden en of ze bereid zijn met ons te pleiten voor afschaffing voor afschaling van de productieprocessen als blijkt wat de kosten voor interne inhuur verder oplopen. Ik wil graag wel reageren op wat meneer Hoge zei, want ik wil hier geen weg met de Emco-verhaal ophangen. Per werkplek kost de Emco-Coevorden zo'n €3.300. Maar je kunt niet alles in geld uitdrukken. In de samenleving blijven er altijd groepen die niet volledig kunnen meedraaien en die slechts in een speciale omgeving kunnen floreren. Maar vooralsnog zien we een grote uitstroom bij Emco die niet verklaard wordt door een navenante instroom van arbeidsbeperkten in de gemeentelijke WWB. De directie van Emco heeft het over een groep die onder de radar blijft. Kan de wethouder dat bevestigen of vinden deze mensen hun weg op de reguliere arbeidsmarkt, al dan niet met subsidie, of is het gevolg van ontgroening en vergrijzing in onze regio of een effect van de kostendelersnorm? Tot zover. Dank u wel. Anderen? Ja, Houdeboon. Ja, voorzitter. Ik wil het bestuur van de Emco-groep wederom een compliment maken over het gevoerde beleid. Het voor ons liggende jaarverslag is voor de fractie helder en duidelijk. De taak was een goede en doelmatige exploitatie voor het werkvoorzieningschap. En daarin is ruimschoots voldaan. Helaas hebben we geen glazen bol. Dus voor wat betreft het lopende jaar weet niemand welke invloed de coronacrisis heeft op de exploitatie. Als VVD-fractie willen we nog meer dan anders dat de portefeuillehouder vinger aan de pols houdt en ons als raad bij significante veranderingen echt terstond op de hoogte stelt. We nemen dit stuk verder ter kennisgeving aan en hebben geen aanvullende zienswijze. Tot zover. Dank u wel, meneer Houdeboon. Andere, ja, Lanke. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook blij met de stukken die voor ons liggen. We zien dat Emco goed bezig is. Het resultaat van de productie is zelfs gestegen. En gelukkig zijn de bijdragen van het Rijk ook wat positiever uitgevallen. Wat ons opvalt zijn de wachtlijsten voor het beschut werk. In de gemeente Emmen is die groot. Vooralsnog niet in Coevorden. Maar er staat wel een waarschuwing in dat de verwachting ook is dat dit in Coevorden zal komen. De wachtlijst. En ja, dat terwijl er bij andere gemeenten geld op de plank blijft liggen. De wethouder die riep ons al op in de commissie om de partijen met dus naar de landelijke kanalen te gaan gebruiken om dit probleem op te lossen. Wij hebben dit inmiddels al gedaan en wij roepen dus ook de andere partijen op om dit alsnog te doen. Naar vragen van de gemeenteraad is er ook een risicoparagraaf opgenomen in de begroting en wij zijn blij dat dit gebeurd is.
Dit geeft ons inzicht dat we eigenlijk weinig risico lopen wat betreft EMCO. En we vragen ons dan ook af of we deze regeling nog mee moeten nemen in de werkgroep grip op samenwerking. Want is dit wel de gemeenschappelijke regeling die het nodig heeft? Wij zouden in ieder geval graag een andere gemeenschappelijke regeling hier aan willen voegen en deze eruit halen. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel. Ook een voorzitter voor uw collega's in de raad. De heer Heling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vorige week heb ik inderdaad vragen gesteld over de groep die de heer Hoge net aanstipte. Ook wij zijn erg benieuwd, nieuwsgierig hoe de wethouder tegen deze groep aankijkt. Maar verder vinden wij dat de EMCO goed gepresteerd heeft. Het is knap van de organisatie om ieder jaar de productie op peil te houden. Een compliment moet daarvoor ook uitgaan naar de enthousiaste bedrijfsleiding, die ook de sociale functie van de EMCO zeker niet uit het oog verliest. Het inhuren van extra personeel in het groen is onontkoombaar, volgens de heer Etzes, dat is de directeur. De natuur laat zich immers niet leiden. De vraag die wij daarbij wel stellen, en ik heb hem al vaker gesteld, welke gemeente betaalt die extra inhuur? Immers, niet iedere deelnemer maakt gebruik van de diensten. Of moeten we dat in het grote coöperatieve geheel zien? De EMCO wil een breed werk/leerbedrijf zijn die de mensen uit de bijstand haalt of houdt. Dat sluit mooi aan bij de ideeën van onze landelijke CDA om te komen tot een sociale werkvoorziening nieuwe stijl, oftewel een sociaal ontwikkelbedrijf. Ontwikkeling van mensen moet centraal staan, maar ook het bieden van een veilige haven. En de EMCO die zou in deze visie naadloos inpassen. Dank u wel. Anderen? Ja, de heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissievergadering hebben we al een aantal opmerkingen gemaakt rond de EMCO. We hebben daarbij aangegeven dat in onze begroting de EMCO altijd een hoog risico werd weggezet. En daar is toch duidelijke verandering in. Dus we verwachten daar ook voorstellen bij de begrotingsbespreking. BBC vraagt heel terecht, denk ik, om een aantal concrete, heeft een aantal hele duidelijke vragen waar onvoldoende beeld bij is. Ook wij zijn benieuwd naar de antwoorden die daarop te geven zijn. En D66 doet een duidelijke voorzet om opnieuw het gesprek aan te gaan van willen we nog met de EMCO zoals het nu is inderdaad verder gaan. Want uiteindelijk gaat het om veranderingen in klantenbestand, veranderingen in werk. Uiteindelijk loopt denk ik ook de samenwerkingsafspraken. Die hebben ook een einddatum waarop evaluatie en bespreking opnieuw aan de orde is. Dus ik denk in ieder geval dat met D66 er op enig moment een natuurlijk moment gaat komen om het daar ook met elkaar, maar ook met de samenwerkingspartners over te hebben. En voor de rest hebben we al aangegeven dat wij akkoord zijn met het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, de heer Bouwers. Oh, sorry. Nee, dan, de heer Hoedemaker werd aangesproken, dus ik kan me voorstellen dat hij nog even wil reageren. En dan de heer Bouwers. De heer Hoedemaker. Ja, ik wilde eigenlijk reageren op hetgeen de heer Blanke zei, namelijk, en dat is denk ik een hele terechte, dat er ook in Coevorden een punt komt dat er meer mensen geïndiceerd zijn voor beschut werk dan er bij de EMCO geplaatst gaan worden. De wethouder heeft vorig jaar al gezegd van joh, als er meer behoefte is aan beschut werk, dan wil ik dat graag creëren. Dat loopt denk ik heel mooi samen met uw voorstel om daar dan ook budgettaire ruimte voor te maken. Ik zou daar zonder meer in mee willen gaan, maar dan wel met de restrictie dat dat niet per se bij de EMCO geplaatst hoeft te worden. Niet dat het niet bij de EMCO geplaatst kan worden, maar dat lijkt me een geweldig voorstel. We gaan nog even verder met, dit was een reactie tussendoor, eventjes niet eens op een interruptie. Maar met de eerste termijn, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Betreffende de jaarstukken van de EMCO, die zien er in ieder geval goed uit. Ook financieel, maar ook gezien de werkvoorziening op zich. Dat biedt ook perspectief nog voor de komende tijd. En in ieder geval de productie ligt op orde en het is een bijzonder goed beleid. En ik heb ook begrepen, ik heb er nog wat contact mee gehad, dat ook de mensen die er werken, dat die het ook geweldig naar de zin hebben. En ik denk dat daar ook om gaat.
En de rest van vragen, de beantwoording, die hoor ik wel van de andere kant straks, of van u, of van de wethouder. Dus dit was het in eerste instantie. Dank u wel. Dan hebben we volgens mij alle fracties ook gehad. Ik denk dat de gelegenheid is om van achter een scherm, maar hopelijk toch luid en duidelijk tot u sprekend, de wethouder Brink namens het college. Het is wel bijzonder, moet ik zeggen, om hier zo te staan, voorzitter. Maar dank u dat ik het woord mag richten aan onze raad. Laat ik direct even de koe bij de horens vatten. De productie afbouwen is het kind met het badwater weggooien. Op dit moment beleven tientallen, heel veel mensen met een beperking, dan wel met een gering arbeidsvermogen, ontzettend veel plezier aan het werk, ook al is het productiewerk. Laten we dat alsjeblieft niet weggooien. En er zijn dan ook nog bedrijven die met trots zeggen van wij produceren bij de EMCO. De heer Hoedemaker, wacht even. De heer Hoedemaker. Ik neem aan dat dit de reactie is van de wethouder op mijn opmerking daarover. Maar dat is niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde, laten we scherp in de gaten houden of er nog wel voldoende SW-geïndiceerde mensen zijn om dat werk te doen. Want het moet niet zo zijn dat dat werk voor het grootste deel gedaan wordt door uitzendkrachten waarvoor de rekening hier op tafel komt. Op dit moment is volgens mij die balans nog heel goed. Maar we zien ook dat het aantal WSW'ers door natuurlijk verloop gewoon afneemt. Dus we zullen telkens weer moeten kijken met de nieuwe doelgroepen die we hebben. We leiden mensen op. We helpen mensen naar nieuw werk toe in het bedrijfsleven. We doen trainingen. EMCO werkt in feite, wat meneer Heling ook al zegt, van dat moet echt een bedrijf worden die mensen weer aan het werk helpt. En dat is niet alleen bij de EMCO, maar ook in het vrije bedrijfsleven. Dat gebeurt ook elke dag. Maar er zal een moment komen waarop het aantal WSW'ers minder is dan we eigenlijk voor een bepaalde productie nodig hebben. Dus er zal telkens weer, en dat gaat elk jaar opnieuw, zullen we een nieuwe balans moeten vinden in van welke werkzaamheden hebben we nodig om a, mensen voldoende in conditie enzovoort te brengen om naar die arbeidsmarkt toe te leiden. Maar ook voor de mensen die nog wel steeds in de WSW zitten, om die een goede plek binnen die EMCO te gaan en misschien ook wel buiten de EMCO. Zo'n moment kan komen. Dat lijkt nu nog even een tijdje zo door te kunnen. Dat is wel het toekomstperspectief. U ziet het ook in het meerjarenperspectief. Maar er komt een moment waarop we ook die herbezinning binnen de WSW echt zullen maken. En dat is niet vreemd voor de EMCO. Dat hebben alle WSW-bedrijven. Die maken in feite diezelfde route. Als we, meneer Blanken die zegt van ja, eigenlijk wil ik niet met een wachtlijst werken. Dat doen we nu ook nog niet. Maar als dat zo mocht zijn, dan zijn wij bereid om extra geld bij te passen. Weet dat elke extra plaats waar wij geen vergoeding voor krijgen, dat die ons 20.000 euro kost. Dus dat is een investering die je dan zou moeten doen. Daar zou je ook een dekking voor moeten vinden. Maar wees, ik ben met u van mening dat wij, denk ik, allemaal de mensen een goede plek in de EMCO gunnen, een goede plek op de arbeidsmarkt gunnen, ook al is het verdienvermogen en het arbeidsvermogen van deze groep zeer beperkt. En dat vraagt heel veel begeleiding en dat kost dus ook heel veel geld. En dat kost dus elk jaar 20.000 euro extra voor elke plaats. En dat is niet eenmalig, maar dat is structureel. En dus wij voldoen aan wat we zouden moeten doen. Maar als er op enig moment een wachtlijst is, dan zal ik mij zeker beraden op wat we met die wachtlijst gaan doen. Ik heb er ook met de collega's in Emmen en Borgerdoorn over gehad. Daar is nog wel enige twijfel over wat je daar nou mee moet. Vandaar ook dat we eerst de druk bij de landelijke politiek hebben gelegd met een brief van, joh, als er nou ergens wat over is en wij hebben hier tekort, zorg nou dat die financiën overgaan naar waar het tekort is. Nou, dat zijn we nog niet helemaal uit, maar ik heb zeker uw signaal goed in mijn oren geknoopt dat we daar mogelijk toch met u over in overleg moeten om te kijken hoe deze mensen toch op een goede plek terechtkomen voor Coevorden. Dan is er natuurlijk een groep die niet meer in de WSW komt. Meneer Hoge duidde daar al op.
Die groep is op dit moment de baan afspraakbaan. Binnen de arbeidsmarktregio, dus ook binnen Coevorden, voldoen wij aan de quotering die door het departement een aantal jaren geleden is gesteld. Sterker nog, wij stijgen met alle bedrijven die hier in deze regio werken ver uit boven wat wij zouden moeten realiseren. Dus ons bedrijfsleven doet een echte taak in het realiseren van de baanafspraakbanen. Dus mensen met een beperking die zonder ondersteuning nooit het minimumloon zouden kunnen verdienen. Die ondersteunen we met allerlei instrumenten. Maar het bedrijfsleven heeft het hier in onze regio ook echt opgepakt. En dan is er natuurlijk ook nog een groep die we gewoon simpelweg niet zien. De VSO-school, die volgen we. Daar geven we alle leerlingen goede ondersteuning. De meeste leerlingen gaan naar vervolgonderwijs of dagbesteding. Of krijgen van ons ondersteuning om op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Heel veel afgestudeerden hebben ook gewoon een plek op die arbeidsmarkt. Maar er is natuurlijk ook een groep die zich simpelweg niet meldt. En zolang ze contact hebben met het VSO-onderwijs en met speciaal onderwijs, hebben we contact. Maar als ze ergens aan het werk zijn en er is een ontslagvraag of wat dan ook, dan kan het dus zo zijn dat wij ze niet in beeld hebben. Dat kan zo zijn. Maar ik schat in dat we echt verreweg de mensen die het heel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, en dus die dat steuntje in de rug nodig hebben, dat we die wel in beeld hebben. En die we niet in beeld hebben, zou ik ook vanaf deze plek uit willen nodigen. Kom naar ons toe, want u kunt van ons ondersteuning krijgen om uw plek op die arbeidsmarkt te verwerven. Volgens mij, voorzitter, ben ik ingegaan op de meeste argumentatie hier van de raadsleden. Als dat niet zo is, hoor ik dat graag. Dank u wel. Zullen we een tweede rondje dan doen? Even ophalen. Ik zie een paar vingers in ieder geval omhoog gaan. De eerste twee in de rij van de eerste ronde, de heer Hoge, om te beginnen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, we hebben een aantal duidelijke vragen gesteld over aantallen. Dat zal vanavond hier niet direct duidelijk zijn wat die aantallen betreft. De heer Blanke die ging al even heel snel voortvarend van start van ik heb wel drie banen, die zou ik heel graag willen creëren. Nou, daar sluiten wij ons van harte bij aan. Want als je kijkt naar de beschut werkplaatsen die de gemeente Coevorden heeft gerealiseerd, dan is dat niet zo dat we dan over honderden praten. Dan hebben we het denk ik over 10. Dat is natuurlijk wel vrij marginaal. Maar wat wij heel graag willen weten, we praten onder de radar, maar ik denk dat wij met elkaar, en ik snap het dat het best een dilemma is en ook heel moeilijk om dat boven water te krijgen. Maar ik denk wel dat wij ons daar niet zo bij kunnen neerleggen. Van nou ja, we weten niet precies waar ze dan zijn. Ik snap heel goed, wethouder, want u bent heel betrokken. Ik snap heel goed dat het vanavond hier niet zomaar op tafel komt. Hè, van het zijn er 100 of zijn er 200. Maar ik denk wel dat wij daarmee bezig moeten. We moeten wel kijken van wat hebben we nou in het. Hoeveel mensen zijn nou. Hoeveel mensen stonden er op de wachtlijst? Of waren er eventueel geïndiceerd voor de sociale werkvoorziening? Konden daar na vijf jaar niet meer terecht. Waar zijn die mensen gebleven? Willen ze graag aan het werk? Kunnen we ze perspectief bieden? Ik denk wel dat we daar naar moeten kijken. En we kunnen denk ik niet zomaar zeggen van nou. Ze moeten zich maar melden. Ik denk dat wij ook ons dat we daar als raad ook samen met het college toch een inspanningsverplichting voor hebben. En nogmaals, u hebt het heel duidelijk geschetst. Alleen, en ik snap ook de problematiek, maar om nou te zeggen van ze blijven onder de radar en ze moeten zich maar melden, ja, dat gaat me nog net wat te ver. En misschien heb ik het verkeerd geïnterpreteerd hoor, wat de vraag hoor. Ik begrijp dat u de portefeuille op dit moment een beetje wil uitlokken en hij is geneigd daarop in te gaan. Dus, ik vind dit een buitengewoon aangenaam gesprek ook. Vooral uw betrokkenheid bij deze groep. Want uw zorg van waar blijven nou deze mensen en welke ondersteuning kunnen deze mensen nou berekenen. Uw zorg deel ik volledig. En ik zal ook hier intern echt nog een keer kijken van hoe het toch een brede aandacht kan blijven houden. Weet wel dat de WSW-wachtlijst die er ontstond, of die er nog stond, die toen de participatiewet werd ingevoerd, die mensen hebben we of nog geplaatst of begeleid naar ander werk. Dus die waren echt wel in beeld. En die hebben ook de aandacht gekregen die we met de participatiewet en met onze eigen motivatie ook echt konden geven.
De nieuwe aanwas is er natuurlijk ook. En dat is soms best wel een beetje lastig. Het meeste komt van de VSO-scholen. Daar hebben we juist hele goede contacten mee. Het zij hier in Coevorden, het zij in Emmen. Dat is, is één op één, ik zou bijna zeggen, het is bijna een vaste medewerker in de VSO-school van de gemeente. Daar gaat het eigenlijk nooit fout. Maar waar het fout gaat, is dat wanneer iemand een periode in het hele arbeidsproces is geweest, en die valt op een gegeven moment weer buiten dat arbeidsproces, ja, hoe pak je die nou op? Dat is best wel lastig. Als men bij ons komt, krijgt men de ondersteuning, komt men niet bij ons, hoe moeten we het weten? Dus wij moeten op een of andere manier daar toch een andere vorm van aandacht aan besteden. Dat geef ik u graag, dat zeg ik u graag toe. Dank. We gaan voor zover die behoefte nog bestaat, meneer Hoedemaker. U stak net uw vinger wel op voor de tweede termijn. Ja, maar ik wil beslist totaal aansluiten bij wat heer Hoger zei. Actief op zoek naar die doelgroep. Want als ze er zijn, dan moeten ze in beeld komen. En dan moeten we kijken wat we als gemeente voor die mensen kunnen betekenen. Of zijn ze van de radar, zijn ze er domweg niet, of zitten ze in een soort voordeursdelerregeling waardoor ze niet bij de WWB in beeld zijn, of zijn ze op de reguliere arbeidsmarkt terecht gekomen, waar met allerlei subsidies mensen in een, u gaf het zelf al aan, een baanafspraak geplaatst worden bij Hut de Heugde, bij de Jumbo, bij... Nou, heel veel bedrijven die, en petje af voor die bedrijven hier in deze regio, die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wat dat betreft nemen. Dank u wel. Kijk verder of er behoefte is aan de tweede termijn. De oude boom niet langer nog. Nee, Heerling. Ja, de heer Heerling. Ja, onze fractie is ook blij met de toezegging van de wethouder. En ik denk dat we het grote geheel niet uit het oog moeten verliezen. Dat het gewoon een goed lopend bedrijf is met zeer tevreden mensen die er werken. En daar wou ik bij laten. Dank u wel. Bouwers nog? Nee. Goed, ik neem aan dat dan in de tweede termijn de portefeuillehouder ook alles heeft gezegd. Maar de heer Hoge zit nog één opmerking hoog. Ik had inderdaad nog even een afsluitend verhaaltje ten aanzien van het ingeleend werk. Hè, wat we natuurlijk al in de commissievergadering hebben besproken. Daar had ik even nog, het is de tweede termijn, maar ik hoop dat u mij nog toestaat om daar iets over te zeggen. Nou ja, nee, dat doe ik niet, meneer Hoge, want uw tweede termijn heeft u net gehad. Okay. Dus, en we gaan niet naar een derde termijn, want dan gaat de orde wel een beetje verloren. Dus het is jammer dat u dat dan niet net eventjes... in het begin van de tweede termijn hebt meegenomen. Dan zal ik dat schriftelijk moeten vragen aan de wethouder. Dat kan altijd, ja. Maar ik wou wel een beetje de orde van vergaderen. Ja, dat is prima. Goed. Kunnen we dan vaststellen dat we de beraadslaging kunnen sluiten op dit punt? En ik heb u eigenlijk alle horen zeggen dat u kunt instemmen met het gevraagde besluit. Dus dat is dan wel wat we nu vandaag op dit moment afhameren. Conform het gevraagde besluit. Als ik weer even toegelaten word tot het systeem. En dan zal ik die voor de volledigheid ook nog eventjes herhalen. Want dat is ook wel goed. Voor de vastlegging. U wordt gevraagd om... Nou. Goed. Kennis te nemen van de jaarrekening over 2019. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting voor 2021. En af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling EMCO. Dat kan op algemene instemming rekenen en dan is conform besloten. Dat brengt ons dan, dames en heren, bij het raadsvoorstel om over de RUD, de financiële stukken van de RUD, te spreken. Ook daarover is geconstateerd dat u het daar vanavond nog over wil hebben. En ik heb begrepen dat er ook een voorstel is om iets aan de voorliggende concept zienswijze, de voorgestelde zienswijze, te doen. En daarvoor geef ik de heer Mulder, G. Mulder van de Partij van de Arbeid, eerst de gelegenheid. Ja, dank u wel, voorzitter. In 2014 is de RUD gestart. Vanaf het begin is er heel veel kritiek vanuit alle partners op het functioneren. Onderzoeken hebben plaatsgevonden en verbetertrajecten zijn ingezet, maar nog steeds zijn de prestaties onvoldoende. Met de concept zienswijze geven wij vanuit onze gemeente Coevorden
de kritiek. Maar is dit genoeg? Daar hebben wij in de commissie over gesproken. En naar aanleiding daarvan hebben wij als gezamenlijke fracties afgesproken de conceptzienswijze aan te scherpen. We hebben gezamenlijke tekst opgesteld die ingevoegd kan worden in de zienswijze als voorlaatste alinea. En die tekst wil ik nu gaan voordragen. De voorgestelde ontwikkelingen en verbeteringen zien wij als een goede voortzetting van de samenwerking. Wij willen nu echter verzoeken de in deze zienswijze genoemde punten te concretiseren, doelen te stellen, daarbij een tijdpad aan te geven wanneer dit is gerealiseerd. Daarnaast vernemen we graag hoe u dit denkt te realiseren. Het gaat ons om de volgende punten. De preventieve aanpak voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, verbetering weerstandsvermogen, de herijking van de missie en visie, een locatiebestand dat op orde is, van een reactieve naar een meer proactieve dienstverlening. Daaraan toegevoegd, daarbij horen wij ook graag de inzet die u van ons als gemeente verwacht. Samenwerking staat bij ons voorop. Het kan toch niet zo zijn dat wij in de huidige tijd niet tot een goed locatiebestand kunnen komen. Dat is de tekst die wij zouden willen invoegen. Ik hoor graag de reactie van de portefeuillehouder hierop en of hij daarmee akkoord kan gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. Ik geef graag de gelegenheid, natuurlijk eerst de termijn van de raad, aan de rest van de raadsfracties, de heer Hoedemaker en anderen. Dank u wel, voorzitter. D66 gaat van harte mee in de aanscherping van de zienswijze, zoals die zojuist is voorgedragen. Maar ik heb wel behoefte aan een korte toelichting daarop. Anders komt het misschien wat merkwaardig over. De paragraaf of de zinsnede over het weerstandsvermogen. D66 heeft zich altijd in deze raad een tegenstander betoond van weerstandsvermogens en reserves bij gemeenschappelijke regelingen. Want het gaat, zo is onze redenering, om geld van onze inwoners. En een batig saldo moet dan ook terugvloeien naar de gemeente. Maar als eenmaal statutair is vastgelegd dat de gemeenschappelijke regeling een reserve aanhoudt, omdat de meerderheid van de deelnemende gemeente hier geen moeite mee heeft, dan dient de gemeenschappelijke regeling ook zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het huidige weerstandsvermogen en de reserve lijken ontoereikend om toekomstige financiële nadelen op te vangen. We missen daarin een aanpak om dit op te lossen. En het moet niet zo zijn dat de gemeenschappelijke regeling die voor dat doel reserves aanhoudt, vervolgens toch nog ieder jaar bij de gemeente komt om een aanvulling. Verder kijken wij uit naar het onderzoek van de rekenkamers in Drenthe naar de efficiëntie en de effectiviteit van de RUD ten aanzien van de uitvoering van wettelijke en facultatieve taken. Ik heb begrepen dat ook de rekencommissie Koevoorde overweegt hierin te participeren. Wat betekent dat er ook voor een op onze gemeente toegespitste paragraaf komt. Wellicht zet dit dan ook aan tot zelfreflectie waarover de aanscherping van de heer Mulder spreekt. Tot zover. Ik dank u wel. Ik dacht dat ik ook andere vingers had gezien. Nee, ja, de heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. In de commissievergadering zijn wij ingegaan inderdaad op de RUD en we hebben daarin aangegeven dat wat ons betreft de RUD te weinig hand in eigen boezem steekt. Ik denk dat met de aanscherping die zojuist door de heer Mulder is aangegeven, dat is in ieder geval uitdagen om niet zozeer de hand in eigen boezem te steken, maar ook inderdaad zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat er op dit moment voor ligt. We hopen in ieder geval dat dat een bijdrage gaat leveren om inderdaad tot ook een proactieve houding van de RUD te komen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Heling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de RUD is een verbonden partij die veel erfenissen uit het verleden met zich meedraagt. En we delen zeker de frustraties en de zorgen die andere partijen ook al hebben uitgesproken. Het is volgens onze fractie tijd, en het staat ook in de zienswijze, die wij zeer zeker onderschrijven, om de basis beter op orde te hebben. En de basis, dat zijn wij zelf, de gemeentes, de 12 gemeentes en de provincie. En waar we straks naartoe moeten,
is een organisatie die vlekkeloos digitaal communiceert met zijn deelnemers en locatiebestanden die op orde zijn. En dat moet leiden tot een enthousiaste groep werknemers bij de RUD. Bij een organisatie waar men graag wil werken. En dat zal, hoe het ook wend of keren, investeringen kosten in tijd, software en mensen. Dank u wel. Dat zijn denk ik dan de bijdragen in eerste termijn. Ik kijk naar de heer Huizing om namens het college in te gaan op het naar voren gebracht en vooral ook op de voorgestelde gedachte en zienswijze. De heer Huizing. Ja, voorzitter, volgens mij kan ik daar vrij kort over zijn. Want de punten, ik denk ook alle bijdragen, daar worden terecht de punten worden daar aangedragen. Ik zie ook een hoop punten die in de aanvulling staan. Dat is volgens mij juist het op een hele mooie, bondige manier nog eens een keer goed samenvatten van waar het nou feitelijk om gaat. Ook in de conceptzienswijze die er al lag. Plus daarbij ook nog aangegeven van ja, let op, we willen daar ook graag nog een weten wanneer dit gaat gebeuren en op welke wijze de RUD dat denkt te gaan realiseren. Dus volgens mij is dit iets wat prima toegevoegd zou kunnen worden. Ik had op voorhand één vraag en dat was, heeft uw raad nog een voorkeur? Maar ik heb de heer, of waar dat dan zou moeten, en ik heb de heer Mulder al horen aangeven dat heel precies gedacht wordt voor de laatste alinea, lijkt mij een prima plek. Dus wat mij betreft kunnen wij dit zo overnemen en in de zienswijze verwerken. Dank u wel. Dat is mooi. Betekent dat er ook geen behoefte is aan een tweede termijn? Ik denk het dan niet. Want dan is het voorstel, zoals juist door de portefeuille ook nog even bekrachtigd, met een concreet plaatsingsvoorstel, hoe de zienswijze op te nemen is in onze reactie op de stukken van de RUD. En als u daarmee kunt instemmen, en dat maakt dat u ook kunt instemmen met het gevraagde besluit, dan zijn we helemaal klaar. En dat gevraagde besluit is kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021. In te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de RUD Drenthe. En met betrekking tot de conceptbegrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 een zienswijze in te dienen, zoals zojuist verwoord. Dat akkoord, dan zijn we al dus besloten. Dat brengt ons, dames en heren, bij agenda punt 8.3. Het voorstel in zaken de APV-wijziging Koevoorde 2020. Daar is tijdens de commissievergadering verzocht om de mogelijkheid te hebben om toch op een tweetal aspecten nog even in te kunnen gaan van de zijde van het CDA met name. Dus ik kijk even wie de heer Heling weer. Solo voorstelling vanavond, meneer Heling. Ja. Oh, staat nog wat te wachten, begrijp ik. De heer Heling. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie had sterk de indruk dat u na uw uitlatingen in uw nieuwjaarsrede en antwoorden op vragen van mevrouw Katerberg in de commissievergadering van januari ideeën had over het indammen van vuurwerkoverlast. U zegt als antwoord op de vraag onder meer toe dat u bij de raad terugkomt als u daar aanleiding toe ziet. U was in afwachting van nieuw landelijk beleid. We zitten hier met een stoorzender. Moet ik de publieke tribune laten ontruimen, meneer Brink? Of... Excuses, meneer Heling, maar hervat u bijdrage. Ja, ik raak niet zo snel van mijn apropos, maar ik denk van, ik wacht toch eventjes. U zegt als antwoord op de vraag onder meer toe dat u bij de raad terugkomt als u daar aanleiding toe ziet. U was in afwachting van nieuw landelijk beleid. Dat nieuwe landelijk beleid is er inmiddels. En de VRD zal zich daarover inmiddels ook een mening hebben gevormd. Wij vragen ons af, en wanneer is die aanleiding er en komt u bij de raad terug? Dan hadden we nog een tweede alinea en dat gaat over lachgas. En wat betreft het ventverbod van lachgas hadden we nog een vraag. Hoe wordt nu duidelijk gemaakt aan potentiële lachgasverkopers dat zij in overtreding zijn? Moeten zij dat lezen in de overheidsberichten of wordt er nog een kleine campagne aangeweid? En is het gebruik van lachgas nu ook verboden in de openbare ruimte of moet daar nog een regel voor worden toegevoegd in de APV?
Anderen? Ja, de heer Slomp. Ja, dank u wel. Ik wil namens mijn fractie graag reageren op wat de heer Heling inbrengt op het onderwerp vuurwerk. Het knalvuurwerk wordt verboden, maar wij blijven toch wel oproepen de traditie van het karbidschieten in onze gemeente te blijven eren, omdat wij dat toch wel tot ons cultureel erfgoed zien. Dank u. Dank u wel. Maar u heeft in de APV gezien, hè, dat dat geen enkele beperking ondervindt. Mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Met belangstelling hebben wij de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Koevoorde 2020 gelezen. Alle wijzigingen op de vorige APV waren in het rood aangegeven. Een oplettend fractielid zag dat er een nieuw artikel was opgenomen bij afdeling 5, evenementen. En deze was niet in het rood geschreven. Bij navraag bleek dat deze wijziging was weggevallen. Artikel 225 lid 5 is het artikel waar het ons om gaat. Door het opnemen van dit artikel wordt een aanvraag voor vergunning niet meer van rechtswegen verleend als de gemeente niet binnen de gestelde termijn heeft besloten de vergunning voor het evenement wel of niet te verlenen. Koevoorde kent vele evenementen in zowel de stad als het buitengebied. En ondanks dat we in coronatijd zitten, zijn wij van mening dat de evenementen in de loop van de tijd weer opgepakt zullen gaan worden. We hebben allen al kunnen lezen over de ontwikkelingen bij het Ermenstrand. Aanvragers van evenementen moeten vaak tijdig contracten met externe partijen vastleggen, zoals artiesten, tenten, kramen, etc. etc. En de optietermijnen zijn hiervoor vaak beperkt. De gemeente verlangt dat een vergunningsaanvraag voor een evenement minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement ingediend wordt. Omgekeerd mag dan ook van de gemeente verlangd worden dat zij binnen de gestelde termijnen een reactie geven op de aanvraag. Doet de gemeente dit niet, dan lopen de aanvragers van evenementen onnodig risico of kunnen ze gewenste huisvesting, artiesten, etc. niet contracteren. Middels het toevoegen van dit artikel is de druk voor de gemeente om te reageren binnen de gestelde termijn op een vergunningsaanvraag weg. En kan een aanvrager zich niet meer beroepen op het feit dat de vergunning van rechtswegen wordt verleend indien deze termijn wordt overschreden. Eigenlijk hadden wij dus ook liever niet dat dit artikel wordt opgenomen. Onze fractie kent namelijk veel aanvragers van evenementen en regelmatig horen we dat aanvragen in de verlenging komen. Maar wij zijn niet de deskundigen. En daarom hebben wij ook hen geraadpleegd. Zij stellen dat het voor evenementen niet wenselijk is als deze zonder de maatwerkvoorschriften van de vergunning door zouden gaan. Verzekeringstechnisch kan dit vergaande consequenties hebben voor de aanvrager van het evenement. Maar dat vinden we wel vreemd. Je weet toch bij het merendeel van de evenementen wat de maatwerkvoorschriften zijn? Binnen de gestelde termijn beslissen op de vergunningsaanvraag voorkomt dit volgens ons. En daar zit nou precies de crux. Het aantal aanvragen voor evenementenvergunningen is enorm toegenomen. Ze worden groter in omvang, soms entreeheffend en soms op besloten terreinen. Er wordt steeds nauwkeurigere kennis gevraagd en dit heeft grote druk uitgeoefend op de organisatie, werd ons verteld. Binnen de gestelde termijn beslissen was hierdoor niet altijd mogelijk. Aanvragen kwamen vaker in de verlenging. Daar hebben wij begrip voor. Maar het mag toch niet zo zijn dat de vergunning aanvragen voor een evenement hier de dupe van wordt? Inmiddels is hierin een kwaliteitsslag gemaakt, is ons verteld. De aanvragen worden digitaal gedaan en middels het live eventprogramma kan de GOR en andere hulpdiensten vroegtijdig meekijken en adviseren in de aanvraag.
Derhalve vragen wij aan de portefeuillehouder om volgend jaar de hele procedure rondom de aanvraag en afgifte van evenementenvergunningen te evalueren en daarvan een rapport op te sturen naar de Raad. De VVD-fractie hecht er erg veel waarde aan dat aanvragers van evenementenvergunningen weten waar ze aan toe zijn en vooral ook tijdig. Overigens zijn we ook benieuwd naar de reactie van andere fracties. Dank u wel. Dank u wel. Andere fracties, de heer Hoedemaker en de heer Boy. Ja, de heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Want ik was ook enigszins beduust door het nieuwe artikel over de vergunning van rechtswegen. De organisatie moet zich aan termijnen houden van 12 tot 16 weken. En de gemeente onttrekt zich aan zijn verplichting omtrent een reactietermijn middels dit artikel. Dat laat organisatoren lang in onzekerheid, zoals mevrouw Vissering al illustreerde. Maar ik kan wel meegaan in de toelichting omtrent de goede bedoelingen met betrekking tot verzekeringen en zo, zoals zojuist geschetst. Maar ik wil wel graag het pleidooi van mevrouw Vissering rondom een evaluatie over een jaar ondersteunen. Want ik ben inderdaad ook wel benieuwd of dit nieuwe artikel niet uit gaat werken in langere termijnen. Helder, dank u. De heer Boye. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij willen dat ook ondersteunen, zo'n evaluatieaanvraag. Wij hebben dat ook al eerder aandacht voor gevraagd, voor het evenementenbeleid. En we hebben toen ook al aangegeven dat naar onze mening eenvoudiger, goedkoper en ja, gewoon zeker voor de kleine evenementen dat het wat makkelijker moet gaan. Dus wij willen graag dat die vraag van evaluatie ondersteunen. Helder, dank u wel. Andere fracties, de heer Slomp en dan de heer Bouwers. De heer Slomp. Dank u wel. Ik zit wel een beetje te puzzelen met die vraag om evaluatie, want als ik mij goed herinner is er van Twinter een bijeenkomst geweest, ik dacht in Sleen, rond het aanvragen van evenementenvergunningen. Nou, volgens mij liep daar niet storm, om maar zacht uit te drukken. Dus ik zou dan eerst graag eens zien hoe groot die behoefte is, want zoals de heer Boy ook al aangeeft, hebben we hier diverse malen over gesproken. Heeft de Raad meermaals een wens uitgesproken om zo eenvoudig mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk te faciliteren. Laat ik dan zomaar even samenvatten. Volgens mij zijn daar serieuze pogingen toegenomen. Je zit nu eenmaal met allerlei wettelijke verplichtingen en ik denk dat we het veel simpeler niet kunnen maken. En dan kunnen we wel weer een evaluatie gaan houden, maar als dan de conclusie is, dit is het wettelijk kader, dan is het voor mijn gevoel een beetje een dode mus. Dus dat zal mijn inbreng zijn. Daarop wil de heer Hoedemaker reageren. Ja, maar meneer Slomp, dat is juist niet aan de hand. De gemeente onttrekt zich hier aan het wettelijk kader door juist te zeggen van wij willen niet meegaan in die in 2010 vastgelegde vergunning die van rechtswegen wordt verleend als de gemeente niet tijdig reageert. Dat is het wettelijk kader. Ja, en u hebt zelf net een perfecte argumentatie gegeven waarom de gemeente daar van afwijkt. Ik ga naar de heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het gaat ons vooral ook om de organisatoren van kleinere evenementen. We hebben contacten met een aantal organisatoren die dat organiseren. Er zijn inderdaad bijeenkomsten geweest. Maar wij horen van die organisatoren, van die kleinere evenementen vooral, dat de zaken niet eenvoudiger op wordt en ook niet goedkoper. Dus dat wil ik wel graag even naar voren brengen. Dank u wel. Mevrouw Vissering. Ja, ik wil ook graag even reageren op meneer Slomp. Het klopt inderdaad dat bij die bijeenkomst niet zoveel mensen waren. Maar er waren een heleboel mensen die heel graag daar naartoe hadden gewild. Maar soms zijn de bijeenkomsten die door onze organisatie worden georganiseerd op onmogelijke tijdstippen om daar naartoe te gaan.
Het was nog buiten werktijden, hè? Althans voor onze medewerkers. Ja. Maar goed, er zit een beperking. Dat zal ik straks misschien wel iets even over zeggen. Ik kijk even verder rond voor de eerste termijn. De heer Bouwers had zich nog gemeld. Ja, dank u wel, voorzitter. PwC wil dus ook de evaluatie wil we graag ondersteunen. Want dan kunnen we ook zien wat er wel en wat er niet goed gaat. Hè? Want er wordt veel geklaagd, dat is zo. Maar als je dan wel eens vraagt van nou, wat is er nou precies aan de hand? Ja, dan krijg je ook niet altijd het juiste antwoord. Althans niet wat ik wil horen, laat ik zo zeggen, dat het echt een klacht is. Dus wat dat betreft evaluatie, goed, een goede evaluatie. En daar kunnen we dan ook wat mee. Dank u wel. Dank u wel. En de heer Stoker. Ja, voorzitter, een hele korte opmerking. Als wij van onze inwoners of evenementenorganisatoren verwachten dat ze zich aan de regels houden, dan mogen ze dat minimaal ook verwachten van de overheid. De overheid moet betrouwbaar zijn. Dus in die zin deel ik de mening dat op het moment dat men met evenementen aan het plannen is en daar voorstellen toe doet, dat men ook op tijd inderdaad antwoord gaat krijgen. Nou, de heer Hoedemaker wijst juist op de wettelijke regelgeving daarover over is. De evaluatie. Ja, wat mij betreft prima om te kijken of we daar ook zelf vorderingen in maken. En tegelijkertijd wil ik het ook aan herinneren dat er binnen de gemeente ook evenementen worden aangevraagd waar de termijn van aanvraag echt veel te kort is om tot de juiste beoordeling te komen. Volgens mij is dat ook een van de dingen geweest die we ook van de partijen die evenementen organiseren mogen verwachten. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee is de kant van de eerste termijn van de zijde van de raad, denk ik, nu vol ingevuld. Ik kijk even naar de heer Slomp, want als mijn plaatsvangend voorzitter weet hij dat als ik naar de spreekgestoelte ga om vragen of opmerkingen in mijn richting vandaar te beantwoorden, dat gaat nu vanavond dus ook even anders. Dus wat mij betreft ziet mijn oproep in zijn richting er zo uit dat hij zich volstrekt niet terughoudend hoeft op te stellen als het gaat om de microfoon te grijpen en mij tot de orde te roepen in de beantwoording van dit agendapunt. Want dan kan hij toch vanaf zijn plek als plaatsvervangend voorzitter optreden. Ja, ik vroeg mij alleen dan nog af, als ik u nu wil interruperen, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja, dat is wel een ander punt. Maar daar komen we samen wel uit, denk ik zo, meneer Slom. Voor mij moet dat kunnen werken. Ja, anders hebben we nog een tweede plaats van het voorzitter. Dat kan natuurlijk ook. Die kan ook nog ingrijpen. Dan, ja. Goed, zal ik een begin maken met de eerste reactie. Ik begin toch met het laatste punt wat het meeste discussie op heeft geroepen. Die Lex Silentio Positivo, met die fraaie naam, maar die toch eigenlijk inderdaad betekent dat van de overheid en terecht, zeg ik ook onmiddellijk erbij, verwacht mag worden dat wij tijdig beslissingen nemen en dat er natuurlijk ook een waarborg moet zijn dat mensen die ordentelijk hun werk hebben ingeleverd, dat die dan ook mogen verwachten dat de overheid dat dan ook doet. In zijn algemeenheid is dat een heel goed instrument, maar hier hebben we het over een potentiële uitwerking die ook de VNG natuurlijk aanleiding heeft gegeven om in haar modelverordening heel bewust dit punt op te nemen. Dus dat we inderdaad uitsluiten dat de Lex Silentio Positivo, dus die automatische goedkeuring hier voor deze verkrijging van een vergunning zou gaan gelden. Dat hadden wij abusieflijk niet opgenomen en mevrouw Vissering heeft er terecht op gewezen dat dat wel een beetje voor een wat misverstand heeft verzorgd in de aanbieding van de stukken aan u. Het was onterecht niet rood gemarkeerd. Maar het is wel een wezenlijk punt, dus ik ben ook blij dat mevrouw Vissing dat hier vanavond nog een keer heeft aangekaart, inclusief de afweging, haar schets van de afwegingen die we dan moeten maken. Laat ik het kort samenvatten. Stel dat die Lex Silentio Positivo hier niet zou worden uitgesloten, dan zou ons geen andere mogelijkheid resteren dan wel heel erg streng en letterlijk naar de letter van onze voorschriften richting allerlei aanvragen van evenementen te gaan optreden. Dus een niet volledige en alle opzichten volledige aanvraag binnen de gestelde termijn zou dan niet kunnen worden gehonoreerd. Om dat gevaar niet te lopen wat hier nu wordt afgevangen. En dat is een route die we denk ik ook niet op willen. Ik heb gezien, maar u heeft dat ook gezien, hoe vanuit de organisatie al heel bewust wordt gekoerst op het steeds beter worden in het bedienen. Met name de kleine aanvragen, die wil je natuurlijk absoluut ook zo simpel mogelijk en zo snel mogelijk helderheid verschaffen.
Maar ook de grotere aanvragers, dat die zo snel en zo goed mogelijk kunnen worden bediend. Dus over dat uitgangspunt hoeven we geen misverstand te hebben. En u heeft denk ik hetzelfde vertrouwen in als ik in de gemeentelijke uitvoeringsdiensten als het gaat om die insteek. Dat daar af en toe nog best wat problemen bij ontstaan, dat is ons ook wel duidelijk geworden. En de dilemma's die daarbij bij de beoordeling ook naar voren komen, in de afweging die aan de orde komen, die zijn ons daarbij ook wel geschetst. Dan helpt een actuele APV. Maar helpt zeker ook, in die zin ben ik ook geneigd om daar positief op te reageren, wel een afspraak om inderdaad over dat jaar nog eens even hierbij stil te staan. En ik denk dat het helemaal niet een hele uitgebreide evaluatie hoeft te zijn waar we dan bureaus voor in moeten huren, maar die met name zich focust op dit punt. Hoe zat dat met die termijnen? Hoe zijn we erin geslaagd om in principe goede aanvragen, heldere aanvragen, binnen de termijn dan ook te voorzien van een reactie? En liefst natuurlijk ook een vergunning. En hoe het ook met name voor de kleinere initiatiefnemers, want dat willen we namelijk ook graag. We willen toch die levendige gemeente zijn, zo staat het ook in het stuk. Dat die ook worden bediend door deze gewijzigde afspraken, door deze gewijzigde APV. Dus die evaluatie, daar zie ik wel kans toe om dat niet heel te zwaar op te tuigen, zoals aangegeven, maar wel over een jaar met u opnieuw even stil te staan, de vinger aan de pols te houden bij hoe gaat dit nu. Maar het dilemma, nou ja, mevrouw Visserink voelt er daar nog een aantal afwegingen aan toe, ook verzekeringstechnisch en dergelijke, spelen dan wel een rol. En nogmaals, het is niet voor niks dat de VNG ook in haar modelverordening wel expliciet voorstelt om de bepaling zoals die nu onderdeel uitmaakt van deze APV ook op te nemen. Dus het is, en dat is mijn reactie ook een beetje in de richting van de heer Hoedemaker, die suggereert van ja, zou je kunnen interpreteren als een suggestie, laat ik nog voorzichtiger zijn, dat wij ons hier met een niet-wettelijke bepaling bezighouden. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. En als u het vaststelt, de APV is een lokale wet, dan is dat de wet. Zo is het natuurlijk ook nog een keer. Het woord live event viel nog even, mevrouw Visserink. En ik weet waar het vandaan komt. Ik weet ook dat het een actueel discussie is, maar die is nog wel in het voorbereidende stadium. Het is nog niet op de bestuurstafel aan de orde geweest in Drents verband. Dus ik moet er wel voorzichtig mee zijn dat als u de verwachting zou hebben. Ik heb daar best beelden bij wat dat zou kunnen betekenen en hoe dat ook een vlotte doorloop zou kunnen bevorderen. Dus wat dat betreft zijn we het denk ik wel eens, maar het is er nog niet. Dus ik kan daar niet op vooruit lopen. Dat even voor de volledigheid. Dan in de richting van de heer Heling. De twee punten die er nog aandacht vragen. U heeft inderdaad gezien dat bij het onderdeel Vente het lachgas wordt geadresseerd. Een terechte zorg die al eerder ook door u is benoemd, door uw fractie. Ook landelijk veel aandacht aan besteed. We kennen ook de... Nou ja, eigenlijk afschrikwekkende voorbeelden van dodelijke ongevallen die kennelijk te wijten zijn aan het gebruik van lachgas. En nu, ik snap ook wel de aanleiding van uw vraag. U zegt ja, maar dat ondervang je dus niet wellicht met een APV-bepaling omtrent het verboden zijn van venten van lachgas. Dat is helemaal waar, hè? Want wij kunnen niet iemand verbieden om niet bij de groothandel een voorraadje capsules te halen en daar de ballonnetjes mee te vullen en et cetera. Dus inderdaad, een publiekscampagne is wel aan de orde. Die begint wat mij betreft hier ook, hè, vanavond, als u zegt van dit willen we met elkaar vaststellen. Wij kunnen dat zover niet gaan namelijk. Wat we wel kunnen doen, hebben we hier gedaan. Dat is in die APV regelen dat we niet toestaan dat er ergens lachgaspatronen worden aangevoerd met betrekking tot dan kennelijk een soort van recreatief gebruik. Dat snijden we hiermee wel, dat duwen we hiermee wel de kop in. Maar dat private gebruik, het private initiatief, dat kan niet anders dan met een publiekscampagne, vrees ik, worden tegengegaan. En we zijn het denk ik wel eens over de wenselijkheid van zoiets. Ik denk niet dat we dat als gemeente Coevorden alleen moeten doen. Maar nou, inderdaad nogmaals, de vele afschuwelijke ongevallen die zich af hebben gespeeld, waarbij kennelijk toch altijd lachgas een reden is geweest voor een tijdelijke blackout van bestuurders. Je moet er niet aan denken dat dat zich binnen onze gemeente afspeelt. En als ik instrumenten zou zien om daar ook op in te grijpen, op dat privé te gebruiken, dan zou ik ook niet nalaten om daar wat op te willen verzinnen. Maar verder dan dit wat nu in de APV is opgenomen, kom ik eerlijk gezegd niet. En dan als laatste punt nog niet, het vuurwerk.
Terecht wijst u op de voorgaande discussie over het vuurwerk en inderdaad ook het feit dat er inmiddels landelijk wat wijzigingen zijn geweest. We zullen maar moeten afwachten hoe die wijzigingen uitpakken. Ik heb daar niet hele overspannen verwachtingen van. En de reden om waarom u in deze APV-voorstellen in ieder geval niet een extra aanvullend voorstel voor vuurwerkmaatregelen aantreft, is het feit dat er ook regionaal niet echt nu een aanleiding al ligt om tot een ander soort afspraak te komen dan hierin wordt gesteld. De vrij traditionele begripsbepaling heeft u in de APV aangetroffen. Dat zou natuurlijk ook wel anders kunnen worden, du moment dat u in een raadsbrede of een raadsmeerderheid in ieder geval samenstelling zou uitspreken, dat u wel wat voelt voor gebiedsverbodsachtige afspraken. Of een voorbeeld zoals ik wel eens eerder ten toneel heb gevoerd als hoe het in Oost-Resselen gaat. Waarbij eigenlijk er geen sprake meer is van consumentenvuurwerk, want iedereen laat dat door het centrale vuurwerkfeest zeg maar ongeveer faciliteren. Dan vat ik het kort door de bocht samen, dat realiseer ik me wel. Er valt ook wel iets meer over op te merken. Maar ik heb eerder aangegeven dat ik van dit soort wijze van invulling van de oudjaarsavond eigenlijk wel een heel groot voorstander zou zijn. Bij een eerdere discussie over vuurwerkopslag. Een ander signaal ken ik van uw kant niet als raad. Er werd mij niet een heel groot enthousiasme om met het thema vuurwerk verder te gaan dan wat er nu landelijk zeg maar gold. Dus dat was voor mij aanleiding om te zeggen, nou dan voel ik me niet als eerste geroepen om u een voorstel te doen waarvan ik maar moet betwijfelen of dat beantwoord aan uw visie omtrent het omgaan met vuurwerk. En dan is het parool dus wat mij betreft, laten we deze komende oudjaarswisseling nog eens even aanzien hoe dat zich ontwikkelt. U kunt met mij altijd verder praten over dit onderwerp, want ik heb eerder die bereidheid om ook daar in APV-termen te spreken, u een wijzigingsvoorstel voor te leggen als u daar aanleiding voor zou zien. Dat zou mijn reactie in eerste termijn zijn. En ik constateer met genoegen dat de plaatsvervangend voorzitter geen aanleiding zag om in te grijpen. Dan geef ik graag de gelegenheid voor een tweede termijn, indien daar behoefte aan is. Ja, de heer Heling. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie is ook helemaal niet anti-vuurwerk en is ook wel blij met het landelijke beleid zoals het er nou ligt. We hoeven helemaal geen overgecultiveerde, betuttelde maatschappij en gemeente te zijn. Maar ik had, wij hadden uit uw nieuwjaarsreden misschien wel begrepen dat u wat extra gereedschappen zou willen hebben om in te grijpen als dat nodig zou zijn. Maar wat ons betreft is het zo oké. Misschien dat andere partijen grotere dingen zien, vuurwerkvrije zones of iets dergelijks. Ik hoor het wel. Ja, de heer Boy wou daarop reageren. Dus. Nee, niet op meneer Heling. ik kreeg al hoop. Want misschien was mijn nieuwjaarsreden wel bedoeld als een uitlokkertje, meneer Heling. Ja. De heer, we zijn in de tweede termijn in dezelfde volgorde. Maar die ben ik nu even kwijt. De heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, mijn fractie is ook nog niet zo ver dat we daar op korte termijn al sterk op moeten sturen op het vuurwerk gebeuren. Maar ik denk dat wij wel zien dat meningen schuiven in de samenleving. En dat geldt zowel voor een stuk overlast, een stuk perspectief op milieu, denk ik. Mijn fractie wil best nog eens even een jaar aan zien, kijken hoe het gaat. Maar ik zou mij wel kunnen voorstellen dat mijn fractie wel een keer tot een standpunt komt dat het wel wat strenger gereguleerd mag. Dank u wel. Anderen in tweede termijn, mevrouw Vissering nog. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn heel blij dat er meerdere fracties zijn die het met ons eens zijn om
die aanvragen voor evenementen een keer te evalueren. En fijn dat dat nu ook door de portefeuillehouder toegegeven wordt om dat te gaan doen. Overigens is het ook niet onze intentie om hiervoor een of ander onderzoeksbureau of zo. Nee, deze doet het wel. Even wisselen. Ik moet hem eigenlijk eens poetsen. maar overigens is het dus zeker ook niet onze intentie om hierover voor een onderzoeksbureau voor in te zetten. En kunnen we dat binnen de organisatie regelen. Nog even over de bijeenkomst in Sleen. Die bijeenkomst, dat was niet de intentie om daarover te spreken over termijnen en aanvragen van vergunningen. Maar dat ging veel meer over het vast te stellen evenementenbeleid. Wat wij te zijner tijd nog in de raad moeten behandelen en eventueel vaststellen. En overigens waren bij die bijeenkomst veel partijen die misschien wel graag bij die bijeenkomst aanwezig hadden willen zijn, maar die zijn daar niet voor uitgenodigd. Dat was het. Dank u wel. Dank u wel. Anderen voor de tweede termijn? Ja, de heer Boy. Ja, voorzitter, dank u wel. Even terugkomen op het vuurwerk. Inderdaad is laatst natuurlijk landelijke regelgeving voor ingesteld. En wat ons betreft is het niet nodig om het lokaal nog meer aan te scherpen. Dus voorlopig vinden wij dat wel voldoende. Verder stellen wij het ook op prijs dat u een eenvoudige evaluatie wilt houden over de evenementen. Richting de heer Slomp wou ik nog wel even zeggen. Die had nog even over de bijeenkomst in Sleen. Mevrouw Vissering had er ook een opmerking over, maar wij hebben dus ondervonden dat die uitnodiging destijds ontzettend laat de deur uitgegaan is en dat die niet iedereen bereikt heeft. Dus dat misschien ook oorzaak dat het niet zo heel druk was op die bijeenkomst. En hierbij wil ik het laten, voorzitter. Dank u wel. Anderen? De heer Roedemaker. Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot vuurwerk kan D66 meegaan in de overwegingen van de portefeuillehouder en de Partij van de Arbeid dit jaar nog een keer aanzien. Maar wel in het besef dat we in de regio wonen met de meeste vuurwerkincidenten rond de jaarwisseling per hoofd van de bevolking. En dan moet je denken aan wel hele lelijke medische narigheid. Met betrekking tot lachgas ziet D66 niet veel heil in het huidige verbod zoals het opgenomen is in de APV. Je moet een verbod wat ons betreft kunnen willen en kunnen handhaven, want anders ben je als gemeente ongeloofwaardig. Maar tegelijkertijd realiseren we ons ook wel dat het gebruik van lachgas wel degelijk overlast kan opleveren in het verkeer op straat en misschien zelfs wel in de huiselijke sfeer. En handhaving op overlast, en daar was de portefeuillehouder toch niet echt duidelijk in, zoals dat nu gebeurt met alcohol, dat zou ons toch wel realistisch lijken. Ja, misschien meteen maar eventjes, want daar moet geen misverstand over staan. Handhaving van overlast is handhaving van overlast en de oorzaak van die overlast is dan niet zo erg relevant. Ik krijg even verder of er behoefte verder dan de tweede termijn. Zo niet. Dan een korte reactie nog op datgene wat naar voren is gebracht. Mooi hè, dat we het eens zijn over de beelden van wat een evaluatie ons nog verder zou kunnen leren in dat traject. Op weg naar een steeds betere dienstverlening, ook op dit soms ingewikkelde terrein. Wat ik net nog even vergat aan te geven. De heer Stoker, ja. U had uw vinger wel opgestoken, sorry. Ja. Ik trek mijn bijdrage in tweede termijn weer even in. De heer Stoker. Ja, u heeft natuurlijk die voorzet rond vuurwerk gedaan en u heeft hem zelf natuurlijk niet opgepakt. Omdat u natuurlijk ook de knopen kunt tellen. Die meerderheid is er nog niet. Wij zijn met de Partij van de Arbeid eens dat zowel landelijk, maar ook denken wij ook lokaal, er inderdaad meningen verschuiven. Dat wat zeg maar 5 jaar geleden nog bijna voor onmogelijk werd gehouden, dat we tot een verbod van vuurwerk zouden komen, zie je toch in ieder geval op sommige plaatsen ook in
bepaalde wijken komen. Ook wij zijn bereid best nog een keer het oudjaar mee te maken met gewoon vuurwerk. En willen ook heel graag samen met diegenen in deze raad die wellicht tot een breder verbod of een algemeen verbod willen komen. Of een werkwijze zoals in Oosterhesselen willen we heel graag positief meedenken. Dank u wel. Excuus dat ik u nog eventjes weer vergeten was, want ik had uw vinger wel gezien. Maar ik wou kennelijk toch wel graag nog even die opmerking kwijt die ik net een aanzet voor maakte. Naar aanleiding van de opmerking in de eerste termijn. De tweede plaats van het voorzitter greep in, begrijp ik. Dat gaat over de animo voor aanvragen van evenementen. Er kwam even de suggestie langs alsof dat zo zou toenemen. De aanvragen voor echt commerciële evenementen neemt wel toe. Er zit kennelijk toch veel geld in die markt. En dat zijn ook vaak de ingrijpende grote voorstellen met grote consequenties. En bij het binnenkort te bespreken evenementenbeleid, donderdag in de commissie, binnenkort in de commissie in ieder geval. Staat dat ook op de agenda. Dat zijn met name natuurlijk wel de aanvragen die ons de meeste zorgen geven. En die zitten echt niet bij de aanvragers van de kleinere evenementen. Die gaan we natuurlijk zo snel mogelijk als dat maar een beetje en zo gestandardiseerd mogelijk proberen. Zo goed mogelijk ook van een antwoord te voorzien. Dus dat wou ik nog even in aanleiding van het gemelde in de eerste termijn toevoegen. Want dat is wel een verschijnsel waar we last van hebben. En dan helpt ons ook deze bepaling, zoals die hier wordt voorgesteld, van die lex silentio positivo. Maar goed, daarover genoeg gezegd. Over het lachgas nog eventjes. Geen misverstand. Veel evenementen worden ook opgeleukt, althans dat vinden dan sommigen, doordat zij degene zijn die lachgas in grote hoeveelheden aanvoeren. Dus die voorzien in een behoefte van lachgas. En dit artikel geeft ons natuurlijk wel de mogelijkheid om daarop te handhaven. En dat gebeurt dan ook, zeg ik, in de richting van de heer Hoedemaker. Dus het is niet een loos artikel. Wat mij betreft is het gewoon nuttig dat hij er is. En omdat hij er is, wordt hij ook meegenomen in de handhaving. Last but not least, ja, ik kan natuurlijk, hoe graag ik dat ook zou willen, ik kan natuurlijk niet een eigen beleid gaan formuleren rondom allerlei stoffen waarvan je wel wat kan vinden, maar die een ingreep doen op de persoonlijke vrijheid, zelfs achter de voordeur. Tenzij dat inderdaad aanleiding geeft tot verschijnselen waar ik wel wat mee kan. Met alle instrumenten die burgemeesters inmiddels hebben. En ik zal niet aarzelen om daar ook maximaal gebruik van te maken, overigens. Maar meestal is dat dan niet lachgas wat het grootste probleem achter de voordeur betreft. En we zullen ook met deze betrekkelijk nieuwe trend van lachgas, denk ik, verstandig aan doen om even de vinger aan de pols te houden. Ook even te kijken wat via de GGD, de deskundige lijn, zeg maar, de beelden zijn zoals die zich in Drenthe ontwikkelen. Want we hebben er geen behoefte aan dat hier een soort van vrijhaven voor dit soort gebruik wordt beleefd. Dat is denk ik, nou, het vuurwerk misschien dan nog. Ik heb kennis genomen van hoe het hier in de raad nu in zijn nuances ligt. Ik ben op zichzelf wel blij met het feit dat, daar zo is een nieuwjaarsrede natuurlijk ook wel een beetje bedoeld om hier en daar wat reacties uit te lokken. Nou, dat dit dan het moment is waarop dat komt over het onderwerp vuurwerk, dat is natuurlijk ook niet heel erg raar. Dat viel ook wel te verwachten. En ik heb mijn hoop gesteld op inderdaad die ervaringen rond Oud en Nieuw. Ik hoop ook ten zeerste dat ze in Oosterhesselen, niet gehinderd door corona-effecten, hopelijk weer een prachtig Oud en Nieuw feest zal maken. En dat u zich allen eventjes kunt verdiepen in de manier waarop ze dat daar op een alternatieve manier invullen. Ik ben er zelf buitengewoon gecharmeerd van. En ik zou willen dat op meer plekken in onze gemeente op zo'n manier wordt stilgestaan bij Oud en Nieuw. En dat zeg ik niet alleen uit de overwegingen die te maken hebben met overlast en gevaarzetting van het afsteken van vuurwerk. Maar dat zeg ik ook vanwege het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin die daar op die avond voor een hele mooie start van zo'n nieuwjaar zorgt. Die discussie wordt vervolgd, daar ben ik dan wel zeker van. Goed, volgens mij kunnen we daarmee de tweede termijn ook afsluiten van dit onderwerp. Ik heb geen voorbehouden gehoord in de twee termijnen. Welzorgen, die hebben we goed besproken. Mag ik u voorstellen om in te stemmen met het gevraagde besluit om de algemene plaatsverordening Koevoorde 2020 vast te stellen?
Dat is het geval. Dat is aldus besloten. Dank u wel. Daarmee zijn we bij de eerste van twee toegevoegde agendapunten. De eerste is de motie, zoals die de vorige keer al even figureerde. Naar aanleiding van toen aan de orde zijnde voorstel over wat de Rekenkamer betrof. Een motie over het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Een motie vreemd aan de orde van de dag, maar daar hebben we afspraken over. Daarom kan die nu aan de orde worden gesteld. En de eerste ondertekenaar, kijk maar even aan of hij daarover het eerste het woord wil voeren. Dat is het geval. De heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik wil die motie eerst even kort toelichten. Het is zo dat de minister de rekenkamerfunctie wil afschaffen, zodat raadsleden geen lid, onderzoekend of adviserend, meer mogen zijn van de lokale rekenkamer. Dit voornemen is vooral gestoeld op het feit dat er in Nederland zo'n 50 zogenaamde slapende rekenkamers zijn. De overige 305 Nederlandse gemeenten hebben goed functionerende rekenkamers. De minister deze slapende rekenkamers met de nieuwe wet wil dwingen om maatregelen te nemen om de lokale rekenkamer leven in te blazen. Wij zijn van mening eigenlijk dat de minister beter alles in het werk kan stellen om te zorgen dat die 50 die hun werk niet goed doen, die achter de broek aan te zitten, zodat ze het wel goed doen in plaats van een nieuwe wet in te voeren waardoor niet meer in de rekenkamer kunnen plaatsnemen. Zal ik gelijk de motie bij de oren pakken? Ja, wel graag. Dat is voor de openbaarheid wel goed dat we toch even kunnen meekrijgen waar u de raad een uitspraak over vraagt. Prima. Het betreft natuurlijk het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. De raad van Coevorde in vergadering bij 1 op 23 juni 2020 constaterende dat de minister van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel heeft voorbereid ter versterking van de decentrale rekenkamers. Dat op dit moment de Tweede Kamer het voorstel wetversterking decentrale rekenkamers in behandeling heeft. Er op basis van dit voorstel in Nederlandse gemeenten geen plaats meer is voor rekenkamercommissies in de vorm zoals we deze ook in de gemeente Coevorde kennen. Personen die gelieerd zijn aan raadsfracties in de nieuwe opzet geen zitting meer kunnen hebben in de lokale rekenkamer. Als redenen voor de wetswijziging onder andere de versterking van de onafhankelijkheid, het beter kunnen functioneren en het actiever maken van de rekenkamer wordt genoemd. Voorzitter, overwegende dat de gemeente Coevorde op dit moment een goed functionerende rekenkamer heeft. In deze rekenkamercommissie zowel externe leden, personen zonder binding met de gemeenteraad, als interne leden, personen gelieerd aan de raadsfracties, zitting hebben. De mix van externe en interne leden zorgt voor een goede verbinding tussen de Rekenkamercommissie en de gemeenteraad. Deze goed functioneert en een actieve rol heeft, maar ook voldoende kritische massa heeft om onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen. Het na vaststelling van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers van de minister van Binnenlandse Zaken, het niet meer mogelijk is om personen die gelieerd zijn aan raadsfracties lid te laten zijn van de rekenkamer in de eigen gemeente en dit niet wenselijk acht. Het voortbestaan van de rekenkamercommissies in de huidige vorm hierdoor in gevaar komt. Wij roepen het college op om een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin wordt aangegeven dat de gemeenteraad van Coevorde het om bovenstaande redenen niet eens is met de voorgestelde wetswijziging. En deze brief te delen met de VNG. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Helder, dank u wel. Ik kan de raad dan aanvullend nog meedelen dat deze motie inmiddels mede ondertekend door de heer Joop Slomp namens de Partij van de Arbeid, mevrouw Katerberg van het CDA, de heer Bouwers van de PPC en mevrouw Vissering van de VVD met allen hun handtekening hier voor mij ligt. Dus meer dan voldoende reden om het in behandeling te kunnen nemen. Ik ga het rijtje maar even af of er mensen zijn die hier nog wat in willen toevoegen. De heer Slomp. Ja. Ja, dank u wel. Wij hebben deze motie vol overtuiging mede ondertekend. Wij denken ook dat de Rekenkamer Coevorde een levend bewijs is van een mooie verbinding tussen de Rekenkamer en raad door die deelname van raadsleden. Hè, wij doen dat nu al een aantal periodes. En dat heeft ons eigenlijk nooit
voor conflicten gesteld of voor tegenstellingen in belangen. Dat heeft eigenlijk altijd goed gefunctioneerd, is de mening van onze fractie. Ook nu onze eigen fractie, PvdA-fractie, niet meer in die rekenkamer vertegenwoordigd is, ervaren wij die verbinding door de deelname van raadsleden met de rekenkamer toch nog steeds als zeer positief. En ons tweede punt is, waar bemoeit de minister zich in godsnaam mee? Wij denken dat de lokale democratie heel wel in staat is om zijn eigen controlefunctie in te richten. Tot zover. Dank u wel. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u wel, voorzitter. In 2002 trad de wet dualisering in het bestuur in werking. Het CDA was er voorstander van om de scheiding van raad en college zo breed mogelijk door te trekken. Het CDA is er om die reden nooit voor geweest dat raadsleden als adviseurs aan de rekenkamer werden toegevoegd. In de gemeente Coevorden is ervoor gekozen om dat wel te doen. Er zijn vanwege onze mening tot nu toe geen CDA-raadsleden lid geweest van de rekenkamercommissie. Als het anders had gemoeten, dan had dat direct landelijk opgelegd moeten worden. Onze rekenkamercommissie functioneert op dit moment goed. Wij zijn tevreden over de onderzoeken die worden gedaan en de verslagen die we daarover krijgen. Er is vanuit die praktijk geen reden om de samenstelling van de commissie te wijzigen. Door het wetsvoorstel waarover deze motie gaat, wordt ons met terugwerkende kracht van bovenaf opgelegd dat we dat wel moeten doen. En dat idee spreekt ons niet aan. Dat is de belangrijkste reden voor onze fractie om deze motie toch te steunen. Dank u wel. Meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. En dan moet ik natuurlijk uitkijken wat ik zeg, want ik ben natuurlijk een lid van de rekenkamer. Maar dat is heel goed dat u dat nu even vermeldt in de openbaarheid. Ja, dus dat mag. Maar goed, ik denk dat deze manier zoals de Coevorden daarmee werkt, dat een goede zaak is en ook duidelijkheid geeft. En dat het de inbreng van de diverse mensen die hierin zitten vanuit de raad ook weten waar het over gaat. En ik denk dat dat soms ook veel opheldering geeft naar de rest van de mensen van de rekenkamer. Ik zeg gewoon dit volhouden en dat is een goede zaak. Dank u wel, mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij ondersteunen deze motie ook van harte. Wij zijn heel erg tevreden over hoe de rekenkamercommissie functioneert binnen onze gemeente. Het is volgens ons juist heel erg belangrijk dat er ook raadsleden toegevoegd worden aan de rekenkamercommissie. Omdat deze mensen zeg maar met de voeten in de klei staan, om het zo maar even te zeggen. Hè. Dus heel goed weten waar het over gaat. En die aanvulling met die externe leden maakt het juist heel erg compleet. Dat er van overheidswegen dingen op overheidsniveau geregeld worden, vinden we heel goed. Hè. We zijn zelf ook een landelijke partij. Maar in dit geval vinden we het ingrijpen van de minister veel te ver gaan. Dank u wel. Dank u wel. En de heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is de bedoeling van de minister dat elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer heeft ter ondersteuning van de controlerende en kaderstellende taken van de gemeenteraad. De mogelijkheid dat de gemeente er ook voor kan kiezen om andere regels te stellen over de uitoefening van de rekenkamercommissie die wordt geschrapt. Volgens de minister blijkt dat er in de praktijk veel gemeenten zijn die niet of nauwelijks invulling geven aan rekenkameronderzoek. Rekenkamers hebben een belangrijke rol als het gaat om doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid te onderzoeken. Zeker nu er in de afgelopen periode allerlei taken binnen het gemeentelijk domein bij zijn gekomen. En de komst van de omgevingswet daarover niet al te lange tijd bij komt. Ik zie de heer Boy zwaaien. Ja, en dan geef ik dus de heer Boy het woord. Ik wil toch even ertussen springen, voorzitter. De Stoker die noemt dat veel gemeenten dat daar de rekenkamers niet functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat het slechts 50 van de 355 is. Dat wou ik toch nog even duidelijk maken. Helder. De Stoker. Voorzitter, Coevorden is daar tot op heden een gezonde uitzondering in. Als het gaat om de eerder genoemde invulling, mogen we vaststellen dat ook de relatie met de raad goed is. We stellen echter ook vast dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst hoeven te zijn. Het wetsvoorstel voorziet erin dat elke gemeente een onafhankelijke, eventueel gemeenschappelijke rekenkamer moet instellen, zodat er een systeem komt waarin goed en gedegen rekenkameronderzoek in elke gemeente mogelijk wordt.
Daarnaast begrijpen wij dat met de invoering van de wet het ook mogelijk gaat worden dat de Rekenkamer een verruiming krijgt van haar onderzoeksbevoegdheid naar partijen waar de gemeente contracten mee afsluit. Privaatrechtelijke rechtspersonen. Laten we eerlijk zijn, de gemeente Koevoorde heeft binnen het sociaal domein een hele hoop contractpartners. En als we die zouden gaan onderzoeken, volgens mij hebben we daar zelf de tijd niet voor. Dus ik denk dat het een prachtige aanvulling is die hier wordt gegeven. Ook wordt onderkend dat er een goede relatie met de Raad van Belang is. Volgens mij lezen wij dat het mogelijk blijft dat een aantal leden uit de Raad als adviseurs kunnen worden toegevoegd om die waarborg van verbondenheid met de Raad voor te zetten. Samenvattend, de fractie van het PAK is het ermee eens dat het thans een goed functionerende rekenkamercommissie is bestaande uit onafhankelijke leden en een aantal leden van de Raad waar onze waardering voor het werk ook van naar hun toe uitgaat. Zij maken ook gebruik van het onderzoek, of de bevoegdheid tot onderzoek. Dat wordt door ons ook absoluut niet bestreden. Wel denken we dat met het wetsvoorstel zich ook betere kansen voordoen voor de controle als het bijvoorbeeld gaat om de controle voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Daarom stemmen wij tegen de motie, voorzitter. Helder, dank u wel. De heer Roedemaker. Voorzitter, ik snap deze motie. En de Rekenkamercommissie in Koevoorde functioneert inderdaad prima. De Rekenkamer is een gerespecteerd orgaan in onze organisatie en levert nuttige en breed gedragen adviezen. Toch zal D66 de motie niet ondersteunen. En dat bedoel ik niet als diskwalificatie naar de huidige interne leden. Maar wel vanwege de kwetsbaarheid van een Rekenkamercommissie met raadsleden uit de eigen gemeente. En het risico dat zo'n Rekenkamercommissie daarmee aan gezag en invloed inboet. Stoker zei het al, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En daarom wil ik mijn standpunt graag illustreren aan de hand van een voorbeeld. En ik vraag de ondertekenaars van de motie hier nu vanavond op te reflecteren. Het is 2022 en de nieuwe partij Hart voor de Stad heeft de verkiezingen gewonnen en zit in het college. De partij heeft als speerpunt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de stad Koevoorde en de bewoners van de stad. Uw partij zit in de oppositie. Als interne leden van de Rekenkamercommissie benoemt de Raad in de eerste zitting een raadslid van Hart voor de Stad en een raadslid van de oppositie. En later blijkt dat u ook met haar over bijna alles van mening verschilt. We zijn een jaar verder, het is nu 2023 en de sfeer in de Raad is slecht. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Koevoorde. Ze komt tot de conclusie dat de subsidies in de stad Koevoorde goed besteed zijn en adviseert de subsidiëring aan projecten en verenigingen in de stad te verdubbelen. Subsidies in het buitengebied hadden echter geen effect, zegt de commissie. Het advies is dan ook om de steun aan de projecten, clubs en verenigingen in het buitengebied te halveren of te beëindigen. Wat vinden we nu van de verbinding tussen de Rekenkamercommissie en de gemeenteraad? Of de wenselijkheid dat raadsleden lid zijn van de Rekenkamercommissie van de eigen gemeente? Wat ik schets is natuurlijk een nachtmerriescenario, maar het is wel de dagelijkse werkwijze in zo'n werkelijkheid in zo'n 50 gemeenten. En daar komen er na verkiezingen gemeenten bij en er gaan gemeenten af. En dat is de belangrijkste reden dat in een van de 7 gemeenten de rekenkamerfunctie op zijn gat ligt. En dat kan op deze manier ook maar zo in Koevoorde gebeuren. Dank u wel. Ik hoor graag een reflectie van de ondertekenaars. Ja, de heer Slompe maakt al aanstalten, maar u begon net met uw voorbeeld. Ik dacht, dat moeten we maar even afmaken. De heer Slompe. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, uit het feit dat u een fantasievoorbeeld nodig heeft en geen enkele voorbeeld uit de afgelopen, wat is het, 3 perioden kunt noemen waar die kwetsbaarheid uit blijkt, ja, blijkt al dat het een gezocht argument is. Ik denk, wij hebben in het verleden ook wel eens in een situatie in de Raad gezeten waar de sfeer niet altijd hosanna was. Is misschien iets langer geleden. Maar ook toen hadden wij vertegenwoordiging in de Rekenkamer en een goed functionerende Rekenkamer. Dus ja, ik vind dat u erg ver moet zoeken om hier nu echt een argument van te maken. Meneer Hoedemaker.
U bent zelf een landelijke partij. U zult vast en zeker zelfs binnen Drentse wel situaties kennen waar het inderdaad zo is. En ik ga geen voorbeelden noemen. Lijkt me ook goed. De heer Boy had ook nog een wens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil natuurlijk graag reageren op beide heren. Zowel de heer Stoker als de heer Hoedemaker. Voorzitter, ik heb de indruk dat de angst regeert bij pakken D66. Waarom? Over wat als? U geeft een suggestieve voorstelling met een hoog als-gehalte. U moet zich ook realiseren dat de Raad zelf de vertegenwoordigers in de Rekenkamercommissie aanwijst. Kortom, het is allemaal nog goed gegaan en als we van als moeten leven, dan kunnen we de Raad ook opheffen, denk ik. Tot zover, voorzitter. Ik kijk nog even rond of andere. Ja, de heer Stoker. Nou, ik daag dan heer Boy graag uit om mij te vertellen waar ik suggestief ben geweest. Volgens mij heb ik de materie van de minister gebruikt om tot mijn verhaal te komen. En ik denk dat daar geen enkel suggestief verhaal in zit. Ik heb daar wel een vraag uit die ik aan de heer Boy zou willen stellen. Wat vindt hij van de toevoeging dat we inderdaad, zoals de minister wil, ook zelfs privaatrechtelijke rechtspersonen, waar de gemeente contracten dus mee afsluit, te kunnen controleren? Ziet hij het voor zich dat de Rekenkamercommissie, zoals we die nu kennen, met een dergelijke taak ook daartoe in staat is? Nou, ik betwijfel dat, want het vraagt veel kennis, deskundigheid en heel veel tijd. Dus ja, vandaar mijn vraag. U hoort bij mij overigens geen angst. Ook wij hebben net als het CDA in het verleden aangegeven wat wij vinden van deelname van raadsleden ook in de Rekenkamercommissie. Ik denk dat de minister, en u heeft gelijk, het gaat om een aantal, misschien, ik noem het dan maar even, rotte appels binnen de gemeente die veroorzaken dat dit voorstel komt. Maar ik zou het voorstel vooral ook gewoon heel graag positief willen bekijken. Ik denk dat hier echt kansen en mogelijkheden liggen om de taak die wij als raad hebben nog beter te kunnen uitvoeren met een onafhankelijke Rekenkamercommissie. Daar wil ik graag natuurlijk reageren, voorzitter. Voorzitter, zoals de Rekenkamer nu bestaat uit twee raadsleden en drie deskundigen, professionals, zeg maar, moet de taak zien van de raadsleden eigenlijk als adviserend. En de kennis, de echte kennis, die zit bij de professionals die in de Rekenkamer daar aangeschoven zijn. De angst die zit vooral bij D66 en ik vind ook... Dat die heeft natuurlijk de suggestieve voorstellen gedaan, daar bent u niet schuldig aan. Ik moet dan wel toevoegen dat ook landelijke partijen zoals CDA, VVD en zelfs D66, de partij van de Hoedemakers, die zet grote vraagtekens bij de voorgestelde wetswijziging. En het is een wetwijziging zonder gemeentelijk draagvlak, die zal de relatie Rekenkamer-Raad niet ten goede komen. Bovendien de VNG, die is ook geen voorstander van genoemde wijziging. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden, die roept de Tweede Kamer op om de lokale autonomie van gemeenteraden te erkennen bij het invullen van de lokale rekenkamer. En volgens de VNG is er heel weinig steun onder gemeenten voor een dergelijke wetswijziging. Ik denk dat al die partijen die ik net noem, wel heel veel argumenten hebben om niet akkoord te gaan met die voorgestelde wetswijziging. En ik hoop dat er een grote meerderheid uiteraard tegenstemt. En hoe meer gemeenten een dergelijke motie insturen, misschien dat de minister daar gevoelig voor is. Dat wil ik het even belaten, voorzitter. De heer Hoedemaker wil natuurlijk graag even reageren. Vanwege de zienswijze van een heleboel van de organisaties die u zojuist aangeeft, die zijn allemaal geconsulteerd in dit wetgevingstraject, heeft de minister de wet aangepast en is het nog steeds of is het weer mogelijk om dat de Rekenkamercommissie adviserende raadsleden benoemt. U geeft aan dat de interne leden van de Rekenkamercommissie voornamelijk adviserend zijn, dus ik zie dan geen reden waarom ook u met uw argumentatie niet mee zou tegen dit wetsvoorstel zou moeten zijn. Ja, mooi. Nou, ik blijf het uitermate belangrijk vinden dat raadsleden in die Rekenkamercommissie, zeker gezien de communicatie, de raadsleden in die Rekenkamercommissie, die weten wat er leeft in de raad en die kunnen het gevoel van de raad neerleggen in die Rekenkamercommissie. Dus ik blijf gewoon
tegen het voorstel om er allemaal professionals in te gaan zetten. En misschien kunt u even goed met ons meegaan en meneer Stoker ook, want het maakt onze motie natuurlijk veel sterker als die unaniem aangenomen wordt. Meneer Stoker? Ja, voorzitter, juist heb ik volgens mij mijn bijdrage aangegeven dat er juist wel degelijk ook een mogelijkheid blijft voor raadsleden als adviseurs deel te laten zijn van die rekenkamercommissie. Dat wil dus niet zeggen, meneer Boy, dat er alleen maar professionals komen te zitten. De mogelijkheid van deelname vanuit de raad, juist om die verbinding te houden, als raadsleden, als adviseurs, die wordt heel nadrukkelijk genoemd door de minister. Maar de professionals, die krijgen het voor het zeggen. Die zijn straks met z'n vijf in de rekenkamer en er kunnen dus twee adviseurs aanschuiven. Die mogen zeggen wat ze ervan vinden, maar die vijf die besluiten het uiteraard. Weinig inbreng vanuit de raad in de rekenkamercommissie. Ik heb de indruk dat we de argumenten wel zo'n beetje gewisseld hebben. De heer Slom nog? Nee? Goed, dan de reactie van de kant van het college is misschien toch ook wel goed om hier even te memoreren. Ik begrijp de achtergronden van waaruit deze motie tot stand is gekomen. En die argumenten daarvoor zijn ook genoemd. Er bestaat geen enkele twijfel bij het functioneren van onze eigen rekenkamercommissie op de wijze waarop die nu is samengesteld. En ik snap dus ook wel de terughoudendheid die bij de overgrote meerderheid van uw raad bestaat. Moeten we nou willen sleutelen, op grond van het voorstel wat thans voor ligt, aan een bij ons goed werkende formule. Tegelijkertijd weet ik, er ligt een kabinetsvoorstel nu voort wat past in de lijn van het versterken van de positie van het lokale openbaar bestuur. En daarin hoort op zichzelf natuurlijk het nadenken en het willen stilstaan bij wat nodig is om de goede checks en balances op een lokaal niveau vast te leggen. En we kennen helaas, en die zitten vooral onder die 50. Dat getal is toch niet een klein aantal Nederlandse gemeenten. Waarin de lokale bestuurscultuur kennelijk zodanig is dat de Rekenkamercommissie in feite haar controlerende en adviserende rol richting uw raad en ook de minderheden in die raad niet kan vervullen. En de reden waarom ik namens college zou willen zeggen, ik kan de aanneming van deze motie kan ik wel ondersteunen, want ik begrijp waar die vandaan komt. En ik zie hem ook vooral natuurlijk als een bevestiging van het feit dat we inderdaad hier eraan hechten dat we onze goede ervaringen ook kunnen continueren. Maar dat laat onverlet dat die zorg, vind ik, wel terecht is, maar dat de minister in ons geval, kabinet moet ik misschien zeggen, want net als bij ons, de wethouder spreekt namens het college, dus de minister handelt namens het kabinet. Dat het kabinet in dit geval en in onze specifieke situatie het kind met het badwater zou kunnen weggooien. En dat maakt dat wat mij betreft het college kan invulling kan geven aan de gevraagde opdracht. De brief te willen sturen richting de Tweede Kamer en te delen met de VNG. Dat eventjes op dit moment. Ik heb waardering overigens voor de standpunten van de fracties van PAK en D66 als het gaat om die andere kant. Want je zal je maar voorstellen dat je in een politieke context, als die binnen die 50 gemeenten wellicht dan bestaat, en je zou tot een serieuze politieke groepering behoren die het beste voor heeft met dat lokale bestuur, maar absoluut het gevoel hebt dat je niet aan de bak komt omdat alles onder één hoedje erop gericht is om je stem te minimaliseren. En dan zou je wensen dat je zo'n rekenkamercommissie als de onze zou hebben. Maar er zijn wellicht ook nog andere instrumenten die het kabinet zou kunnen aanwenden. Daar heeft de heer Boy in zijn eerste inbreng op geduid. En dat ligt ook wat mij betreft het meest voor de hand. Dat je je aandacht focust op die gemeente waar wat op te merken is aan de kwaliteit van het lokale bestuur, inclusief de rekenkamerfunctie. We hebben ook wel voorbeelden gezien dat het kabinet dat probeert en deze minister dat probeert. Maar ja, dan is een wetsvoorstel soms het enige wat je ten dienste staat. Goed, de reactie is duidelijk. Ik denk dat de stellingnames ook wel duidelijk zijn zoals die zijn betrokken, inclusief de argumentatie daarvoor. Het debat is denk ik goed gevoerd. Ik denk niet dat het behoefte is aan een tweede termijn. Het college heeft aangegeven, wij willen die motie wel uitvoeren. Dus mag ik vaststellen dat met twee stemmen tegen en de overige stemmen van de aanwezigen voor deze motie is aangenomen? Ja? Is al dus conform besloten. Dan brengt ons dat bij de tweede motie die vanavond is aangekondigd en op de agenda is geplaatst.
de motie over milieupas, ingediend door de heer Slomp. Dus ik geef hem het door. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, in feite is het een te overzien en praktisch probleem wat wij met deze motie beogen op te lossen. Het is zo dat bewoners die permanente recreatiewoning bewonen, in het verleden altijd gebruik maakten van de milieustraten van de gemeente. Dat was natuurlijk niet helemaal legaal, maar het gebeurde wel. En sinds de milieupas is ingevoerd, is daar controle op en hebben die bewoners eigenlijk geen mogelijkheid meer om op een gemakkelijke wijze hun grafvuil en hun tuinafval, als zij bijvoorbeeld in het voorjaar hun tuintje eens een grote beurt hebben gegeven, om dat af te voeren via de milieustraten van de gemeente. Daarop ziet deze motie puur en alleen op de milieupas en het gebruik maken van de milieustraten, niet op andere aspecten rond de afvoer van afval van permanent bewoonde recreatiewoningen. Ik lees de motie voor. De Raad van Koevorden in vergadering bijeen op 23 juni 2020, overwegende dat de meeste recreatieparken op goede wijze voorzien in de afvoer van huisvuil via een eigen systeem, maar dat voor permanente bewoners de afvoer van grafvuil of tuinafval een probleem is, het juridisch een grijs gebied is of de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen voor het creëren van een mogelijkheid voor bewoners met een beschikking voor het afvoeren van afval via de milieustraat, er hierdoor wel een mogelijkheid bestaat om dit op te lossen zonder de wet geweld aan te doen, de bewoners voor de invoering deze bewoners voor de invoering van de milieupas deze mogelijkheid wel hadden, het slechts om een klein aantal percelen gaat en een kostenneutraal systeem ingevoerd kan worden, draagt het college op voor bewoners die op basis van een beschikking permanent een recreatiewoning bewonen de mogelijkheid te scheppen een milieupas te verkrijgen tegen een redelijk tarief. Het gaat ons dus alleen om bewoners die op legale wijze permanent in een recreatiewoning wonen. Dat zeg ik er nog maar even bij. Helder, dank voor deze toelichting. Ja, ik kijk rond voor de reacties. In de overige reacties in eerste termijn. De heer Hoedemaker meldt zich als eerste en dan de heer Wilting en de mevrouw Visser. Ja, voorzitter. In de commissievergadering kondigde de PvdA inderdaad aan bij de behandeling van de brief van het bestuur van de zomerhuisjesvereniging Terrein de Tip dat er een motie zou komen. En ik dacht dat dit een motie zou zijn om door het bestuur van de Tip geschetste probleem te tackelen. Maar ik begrijp nu dat het hier, dat het probleem wat u adresseert is eigenlijk een heel ander. Het gaat namelijk niet om huishoudelijk afval, maar het gaat alleen maar over grof afval. Of heb ik dat mis? Nee, het gaat alleen om grafvuil en tuinafval wat je via de milieu het afval wat je via de milieustraat placht af te voeren en niet om de dagelijkse vuilniszak. Oké, want het is dus niet uw bedoeling dat de permanente bewoner van het recreatiepark met de milieupas zijn huishoudelijk afval naar de milieustraat brengt? Nou, ik denk als we een beetje reëel zijn dat dat niet gaat gebeuren natuurlijk. Oké, ja. Ja. Nemen, misschien kunt u me dat beantwoorden, misschien is dat ook meer iets voor de wethouder. Nemen de marktpartijen die de afval ophalen op die parken het grofvuil niet mee? En ik vraag me eigenlijk ook af of het niet gaat om hetzelfde concurrentie-issue als waar de wethouder in de commissievergadering schetste. Namelijk dat afval van recreatieparken wordt beschouwd als bedrijfsafval. Die twee dingen, verder vind ik het buitengewoon sympathiek. Dank. Er wordt zometeen ongetwijfeld op teruggaan. De heer Wilting. Ja, dank wel, voorzitter. Te beginnen, als je het zo leest, dan is het een sympathieke motie. Echter, hier wordt al aangegeven, op de meeste recreatieparken wordt op goede wijze voorzien in het afvoeren van het afval. Ja, ook aan het grafafval en het tuinafval. Dan vraag ik me af, waarom is het op dit park, waarom op deze parken dat niet gebeurd? Want bepaalde parken worden eigenlijk aangewezen. Ten tweede, waarom
worden daar niet geregeld? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, dit loopt al meerdere jaren. En steeds komt dat onderwerp hier weer terecht. En dan denk ik op een gegeven moment van, hoe kan dat nou? Gaan we verder, dan zeg ik, we hebben in deze gemeente een systeem, wat betreft de afvalstafelheffing, wat goed geregeld is. Maar dat geldt voor nou ja, zeg maar 14.000 aansluitingen. Dan zouden we hier een uitzondering gaan maken voor een 30 aansluitingen. Dat moet allemaal wel in het systeem aangepast worden. We weten allemaal wel hoe dat af gaat lopen. Ten derde heb ik begrepen, na wat overleg en wat navragen, dat er op een gegeven moment dat er onderzoek gepleegd wordt hoe wij dat hele probleem met stukken van parken op kunnen lossen. Vandaar eigenlijk dat wij zo zeggen, beste mensen, u kunt uw spul, ook wat de heer, wat uw collega Raslinger zegt, bij de marktpartijen kwijt worden, de Suez en de Renewy. Uiteindelijk woont u op een park en een park moet zelf zijn afval afvoer regelen. En ik denk niet dat het een taak van de gemeente is. Zouden we dat wel willen gaan doen, dan zullen wij op een gegeven moment daar, dan zullen we het met elkaar over eens moeten zijn dat we het ook voor alle parken doen. We hebben geen uitzondering gemaakt voor een paar. Dank u wel. Ook helder, dank u wel. Mevrouw Vissering, zeg ik. Ja, ik kan me op zich wel aansluiten bij de woorden van de heer Wilting. Wij zijn ook heel erg bang voor scheefgroei inderdaad. En je gaat toch precedenten scheppen hiermee. Wij hebben nog wel wat vragen ook aan de Partij van de Arbeid. Hè. Er wordt gesproken over een redelijk tarief. Is er enige indicatie wat een redelijk tarief is? En wij zouden ons voor kunnen stellen hè, dat er een aantal mensen op dat park inderdaad die milieupas zouden kunnen krijgen. Bent u dan niet bang dat er andere mensen ook van deze milieupas gebruik gaan maken? En verder, dat is eigenlijk een vraag naar de portefeuille toe. Is dit ook iets wat meegenomen zou kunnen worden in de vitale vakantieparkenregeling? Helder, wil de heer Slomp al reageren of wacht hij ook even de reactie van de portefeuille eraf? Ik wacht even de reactie van de portefeuille eraf. Dank u wel. Bouwers zie ik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben wat dat betreft, dan wordt er weer één park wat eruit gepakt, en wat de heer Wilting net ook zei. En dan krijg je straks alle parken die zich melden, althans een aantal inwoners daar weer van. Ik denk dat je als gemeente, daar moet je niet mee bemoeien. Er zijn partijen voor die dat kunnen regelen. En die regelen dat ook heel goed. En ik denk dat je dat daar moet laten. Want voordat je het weet, haal je een hele hoop ellende over je heen. Stoker en dan Soppen. Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij is de term legale bewonersgevallen. Ik ben heel benieuwd om hoeveel het inderdaad gaat. Gaat het om de 30 die de heer Wilting noemt, of wat zijn de aantallen zeg maar, als het gaat om de legale bewoners. Ook ik ben benieuwd wat een redelijk tarief is en aan de portefeuillehouder of die kan zeggen wat het voorstel betekent als het gaat om een kostendekkend tarief. Dank u wel. Helder, dank u wel. De heer Soppen. Dank u wel, voorzitter. Ik snap de motie van de PvdA. Ik vind hem op zich ook wel sympathiek. Maar we hebben die motie van treurnis hebben we op het park van de Tip gehad. En die schermt al met rechtsongelijkheid bij de parken. Vindt de heer Slomp niet dat hij nu ook een rechtsongelijkheid creëert op een park zelf? En ik wil even meegaan met de heer Hoedemaker, die is nog wel van de voorbeelden. Stel dat nu op het park de Tip 6 bewoners zijn die er permanent wonen en de rest niet. Het verzoek van de Tip was, we willen allemaal milieupas. Als wij nou zouden meegaan in de motie van de heer Slomp, dan krijgen daar 6 mensen een milieupas en de rest krijgt hem niet, terwijl de anderen hem wel willen. Want dat is het verzoek van de Tip. Dus ik vind met deze motie dat de heer Slomp rechtsongelijkheid zelfs op de parken creëert. Daar wou ik bij laten eerst. Ik kijk ook toch alweer even naar de heer Slomp of hij nog steeds zegt van nou laat eerst de portefeuille maar regelen. Nee hè? Nou vooruit maar, ik zal eens een poging doen. Ik begin maar even met van achter naar voren rechtsongelijkheid. Nou de Tip bepaalde parken, u hoort toch hele andere woorden dan ik uitspreek. Want ik heb de Tip niet genoemd, ik heb geen bepaalde parken genoemd. Volgens mij heb ik gezegd
En zo staat het ook, dat waar permanent gewoond wordt met een beschikking, een perceelsgebonden beschikking of een persoonsgebonden beschikking, daar willen wij die milieupas verstrekken. En dat is niet gekoppeld aan een bepaald park, niet aan de TIP, niet aan andere parken. Dus ik snap niet waar u dat weghaalt. Volgens mij creëer je geen rechtsongelijkheid. Volgens mij is er een groot verschil tussen iemand die op een legale wijze permanente recreatie bewoont als zijn hoofdverblijf en iemand die af en toe eens in een recreatiewoning verblijft. En volgens mij is er ook een groot verschil tussen iemand die dat legaal doet en iemand die dat illegaal doet. Dus volgens mij is van rechtsongelijkheid geen sprake. Er wordt een verbinding gelegd met vitale vakantieparken. Oh, dat is op zich wel een logische, maar ja, dan zijn mensen denk ik nou 10, 15 jaar verder voordat een vrij simpel probleem opgelost is. Maken andere mensen dan misschien misbruik van die pas? Dat is de zwakte, denk ik, van het hele milieupassensysteem, maar dat is denk ik niet anders. Wat is een redelijk tarief? Nou, als ik vuil naar de stort breng, dan betaal ik geloof ik 6 euro per kuub afval die ik daar aanvoer. En volgens mij is dat niet helemaal kostendekkend. Volgens mij is de beleidsambtenaar heel wel in staat om uit te rekenen wat dan zo'n milieupas moet kosten. Volgens mij ziet de motie exclusief op het verstrekken van de milieupas. Praat niet over afvalstoffenheffing. Dat is een volstrekt andere discussie. En ja, het zou goed zijn om inderdaad nog eens een keer in de toekomst te kijken naar hoe dat geregeld moet worden op die recreatieparken. Maar daar ziet deze motie niet op. Ja, het gaat om enkele tientallen passen. Nou, en dan ben ik er wel zo'n beetje. Dank u wel. Ik denk dat dat inderdaad wel een mooie afronding is van de eerste termijn van de kant van de Raad. Maar nou gaan we even horen en kijken naar wat het college hiervan zou vinden bij monden van de heer Huizing, de wethouder voor Milieu. Dank u wel, voorzitter. En ik ga de term sympathieke motie niet gebruiken, want degenen die al wat langer meelopen, die weten dat zodra het zo begint, dan kun je als indiener je al achter je oren gaan krabben, want dan komt er geen positief verhaal, want dan volgt de maar en vervolgens een heleboel bedenkingen. Even heel kort, want ik wil vooral niet gaan overdoen wat we al meer besproken hebben, maar nog even, hoe zit het ook alweer? Je hebt of bedrijfsafval of huishoudelijk afval. Heb je bedrijfsafval, dan is het heel duidelijk richting gemeente. Handen er vanaf, daar hebben we de particuliere inzamelaars voor. Is het huishoudelijk afval, dan gaat die 180 graden de andere kant op. Dan is het namelijk gemeente, jullie zijn verantwoordelijk, regel het en regel dan ook gewoon echt alles. En dan mag je dan, omdat dat kosten met zich meebrengt, mag je dan aan alle mensen die onder die huishoudelijke afvalstoffen vallen, mag je daar een tarief voor in rekening brengen wat kostendekkend is. Wat in ieder geval niet kan, en dat is wel waar de motie, of de kern van de motie, is om daar een beetje selectief in te gaan shoppen. Dus één onderdeeltje wel, in dit geval de milieupas, en de rest van het servicepakket wat erbij hoort, namelijk het inzamelen van het huishoudelijk afval met alle gescheiden stromen, of grondstofstromen erbij, dat kan niet. Er zou nog wel een oplossing zijn om wel ook op onze milieustraten bedrijfsafval te gaan toelaten. Dat kan beperkt, mag niet de hoofdmoot gaan vormen. Maar daar zouden misschien juist wel dit soort mensen die een recreatiewoning hebben gebruik van kunnen maken. Alleen wat daarvoor nodig is, en dan kom ik ook op de vraag die al gesteld werd over het kostendekkend tarief. Dan moet je dus per afval of liever grondstofstroom moet je in kaart brengen hoeveel kilo breng je daarvan. En daar vervolgens per kilo moet je dan een prijskaartje daaraan hangen. Dat zal dan ook uiteindelijk gewoon keurig moeten worden afgerekend. Dan is het echt de vervuiler betaald. En dan hebben we daar enige ruimte in. En het probleem wat wij hebben is dat wij een dergelijk systeem op onze milieustraten niet hebben. Dat hebben overigens wel een aantal
particuliere inzamelaars, waar ook bijvoorbeeld eigenaar van recreatiewoningen terecht kunnen, die hebben dat wel. Ik ga gewoon de motie eventjes bij langs. Volgens mij de vraag die al gesteld werd, was of de suggestie die erin werd geworpen is, mensen hebben een probleem. Nou, wat ik net al aangaf, dat is er eigenlijk niet. Ze hebben sowieso altijd zelf het probleem opgelost, behalve dan een deel wat terecht kwam op onze milieustraten. Daar heeft meneer Slompen heeft daar zelf ook al van aangegeven, ja, dat was niet de bedoeling. Met z'n allen hebben wij betaald voor de afvoer van het grofhuishoudelijk afval van mensen die dat eigenlijk zelf al hadden moeten regelen altijd. Nou, gelukkig is er aan die methode een einde gekomen, omdat we nu gewoon echt als inwoners betalen voor waar wij ook voor zouden moeten betalen. Maar het probleem is er niet, want het kan gewoon nog steeds gebracht worden bij die particuliere inzamelaars. En sterker nog, we weten allemaal van groen, het groeit bijvoorbeeld in dezelfde periode. Het snoeien, dat doen we toch redelijk in een bepaalde periode. Ik denk dat je daar prima op een park afspraken over kunt maken. Dat je niet eens met je karretje heen en weer hoeft, maar dat dat door een particuliere inzamelaar gedaan wordt. Dus volgens mij, ik vraag me af of het probleem er überhaupt wel is. Nou, het juridisch grijze gebied waar de overwegingen over spreken. Ik denk dat ik al helder heb aangegeven dat het of zwart of wit is. En grijs, sorry. Grijs is een hele mooie kleur, maar in dit geval is die er gewoon niet. De mogelijkheid over die bewoners hadden voor de invoering van de milieupas, die hebben wij ook behandeld. Het kostenneutrale systeem hebben wij ook behandeld. Waar een aantal mensen op hebben gehint is al van, nou, er loopt een onderzoek. Dat klopt, dat onderzoek dat loopt. Ik heb in de commissievergadering ook aangegeven dat blijkt een nogal ingewikkelde materie te zijn. Daarom duurt het allemaal wat langer ook dan wij zelf zouden willen zien. Maar we willen het gewoon echt goed uitgezocht hebben. Ook omdat die vraag afkomstig was van één heel park en van individuele bewoners op twee andere parken. Ja, dan als je dan weet dat het implicaties kan hebben voor iedere eigenaar van een recreatiewoning op een park, dan moet je wel heel erg goed je onderbouwing op orde hebben. Want ik denk dat veel mensen die je niet omgevraagd hebben, eigenlijk ook helemaal niet erop zitten te wachten dat ze opeens huishoudelijke afvalstoffenheffing moeten gaan betalen. Dus wij willen dat in ieder geval zorgvuldig gaan doen. En ik verwacht dat ik zie dat daar wel schot in zit. Dus ik verwacht dat wij daar gewoon dit jaar de nodige stappen wel in kunnen gaan zetten. Dus wat ons betreft zou het verstandig zijn om dat vooral te gaan afwachten. De VVD-fractie stelde nog de hele terechte vraag, moet dit niet meegenomen worden in vitale vakantieparken? Nou, dat was eigenlijk de eerste keer dat wij een gesprek hadden met bewoners van de TIP. Was ook onze opmerking van, nou, laat dit nou gewoon met alle andere zaken die misschien wel bij een dubbelbestemming wonen en recreatie horen. Laat dit gewoon allemaal in één keer gaan oplossen en nou niet allerlei deelelementjes eruit halen. Nou, ze hebben aangegeven van nee, we willen dit gewoon met voorrang opgepakt. Dus dit hebben we nu even uitgelift. Het heeft wel onze voorkeur om dat straks gewoon wel met die vitale vakantieparken te gaan doen. Maar ik ben bang dat we daar niet overal in gaan slagen, omdat soms het tempo van dit traject dan nog wel eens sneller zou kunnen zijn dan vitale vakantieparken. Volgens mij, voorzitter, heb ik alle punten inmiddels behandeld. Er moet mij nog wel eentje. De suggestie die werd gedaan van nou, we kunnen het afbakenen. Ja, volgens mij kunnen wij het in de motie, is het prima afgebakend. En dan is het niet beperkt tot één park, maar dan gaat het inderdaad over enkele permanente bewoners op enkele parken. Exacte aantallen heb ik niet, maar de heer Slom sprak al over tientallen. Het getal of nummer 30 is al genoemd. Ik denk ergens tussen de 30 en de 50. Maar ik heb ze niet meer geteld in het bestemmingsplan wat daar nou precies in staat. Dus daar gaat het om. Alleen, volgens mij, als we deze motie gaan aannemen, gaan we ons wel op die glijdende schaal bewegen. Want ik zou het in ieder geval wel weten als ik dan vervolgens zonder beschikking op dat park woon. Dan zou ik ook gaan betogen van, ja, wacht even, mijn buurman woont er en ja, die heeft dan toevallig wel dat beschikkingtje.
Maar ik ben net zozeer een huishouder als hij. Dus waarom voldoe ik hier niet in? En ik weet nog niet of we die, als we stap A zetten, of dan stap B niet de logische vervolgstap is. Dus mijn oproep aan u, laten we gewoon even af gaan wachten wat het onderzoek met zich meebrengt. Laten we daar dan gewoon de conclusies aan verbinden. En dan mensen het alles of niet niets pakket gaan bieden. Dus ofwel de situatie blijft zoals het is, bedrijfsafval, park is zelf verantwoordelijk, maar dan ook echt zoals nu ook voor alles. Of wij zijn verantwoordelijk en dan nemen we die verantwoordelijkheid ook in de volle breedte en brengen daar dan de kosten voor in rekening. Dank u wel, meneer Huizing. Helder, portefeuiller ontraadt de motie. Zal ik het even vrij vertalen voor de publieke tribune. De heer Slob. Voorzitter, ik ontmoet hier massale weerstand. Dus ik stel voor dat wij de motie aanhouden tot het onderzoek er ligt. Dat is mooi. We hebben weer eens wat boven de markt hangt. Boven de afvalmarkt in dit geval. Verstandige beslissing, denk ik, meneer Slomp, op dit moment. Daarmee komt er dan ook het einde aan de bespreking van dit toegevoegde agendapunt. Er resteert ook niks anders op deze agenda. U heeft nog een klein beetje zonlicht over, zoals we door de zonwering kunnen zien. Dan ga ik over tot de sluiting van de vergadering. Ik wens u nog een mooie restante avond. Blijf gezond. Tot binnenkort, want we hebben elkaar nog nodig om de kaderbrief te bespreken. Daarvoor zelfs nog een commissievergadering. Dus het werk is nog niet gedaan. Tot binnenkort.